En u kijkt nu naar Betty Asphalt Troost TV. Nu weer is om 5 uur, van 5 tot, nou misschien 6:15, 6:30. We zien wel, want we hebben geen, wel een begintijd, maar geen eindtijd. En u bent misschien gewend dat we van 12 tot in, of ja, jij misschien moet gaan tutoriëren ook. Gewend van 12 tot 1, 1:30, 2. Maar nu leek het wel leuk om ze van 5 tot 6:30 uit te zenden. En we gaan heel veel dingen doornemen. We hebben straks een gesprek met Herman Vinkers. Proost, ja, dat mag nou ook in plaats van koffie. Brood, ja. En ook de schaaltjes met pinda's. Die ja, maar dat gaan we niet eten, want dan kan je niet praten. Dan ga je hoesten. Sierpinda's. Ga je sierpinda's? Nou, ik krijg toch een, de neiging krijg je dan, als het niet mag, dat is de grenzen opzoeken. Wel lekker hoor. Ja. Nou, een beetje oud wel, oude pinda's. Maar goed, we nemen de kranten straks door. En het leuke is dat je nu ook de middagkranten door kan nemen. Wat we 's ochtends niet konden, want dan zijn de middagkranten er nog niet. En
de RIVM-cijfers, die zijn nu wel binnen, maar niet compleet, want er was weer een storing. Ja, dat was zondag ook al, hè? Ja, dat is wel raar. Vind ik dat het is zo essentieel. En je verlangt ernaar om 19:30 de kijkcijfers, altijd even kijken over de kijkcijfers, en om 14:30 de RIVM-cijfers, de coronacijfers. En nou, wat moet je nou? Hè? En we kijken ook af en toe nog naar de petje afcijfers. Want ja, we zijn nu ook actief op petje af en het loopt heel goed. En als het mee zit, kunnen we in deze uitzending de 100ste abonnee op petje af vieren. En nou, maar weten mensen wat het petje af is? Nee, dan gaan we even googlen. Petje af / Gremdaad. En dan kunt u abonnee worden. Want op dat kanaal, zeg maar, petje af Gremdaad, doet dominee Gremdaad elke avond zijn avondoverdenking houden. Ja, maar je moet toch wel even uitleggen, misschien moet Mark dat doen, wat petje af precies inhoudt eigenlijk. Petje de organisatie af, petje inhoudt. Af. Ja, petje af is een mooi platform waar ieder onafhankelijke kunstenaar zich aan kan melden of videomaker. En daar kan je dus aanmelden als kijker en daarmee steun je die kunstenaar of dominee of artiest of tv-maker. Circusartiest. En dan sta je dus los van YouTube. Want bij YouTube ben je dus afhankelijk van advertenties en weet ik veel wat voor inkomsten. En nu staat dat dus los van die advertenties. Ja. Dus ja. Nou, en wij zijn ook, daarom zitten we ook een beetje af, wij zijn ook onafhankelijk. We krijgen ook geen kijkgeld binnen. En we willen ook geen reclame in onze uitzending hebben. Dus we willen die onafhankelijkheid houden. En mensen die steunen dat, want die vinden het juist fijn dat wij onze eigen gang gaan en een onafhankelijke mening hebben. En dominee Gember zit vooral op petje af. En dit programma zit gewoon nog op YouTube. Ja. En het blijft voorlopig ook op YouTube. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk alles op petje af doen. Nou, dat is ook niet, dat is niet zeker, nee, hoor. Een deel wel. Dit gaat prima zo. Maar als je en hier naar kijkt en het wil steunen. En de 100ste. Het lijkt heel weinig, 100 abonnees, maar het is heel veel eigenlijk. En wat krijgt de 100ste? Daar krijgt de 100ste, nee, ik zit ondertussen ja, ik zet even de camera van Dami, maar die is nu, lijkt me nog steeds niet tevreden. Oh, het gaat allemaal ja, live. Ik doe het gewoon even, gewoon kun je zo zien. Ja, nu is het mooi, het begin was niet zo prachtig. Mooi. Ja, dat zie ik dan de erg ja, kapot maar ik doe ook de techniek, dat is ook het fijn. Ja, en Harry. En Harry ook, ja. Even laten zien. Het boek. Daar zitten ze. Oh. Ja. En even, nu gaan we tempo maken hoor. We hoeven geen tempo te maken, maar het is af en toe wel leuk om tempo te maken. Ik kijk meteen naar om wat te gaan drinken. Het boek, mijn eigen boek. Dat krijgt de 100ste abonnee op petje ja, af. Dit zit een beetje raar, want dit moet zo. En dan gaat dit weer zo. Die krijgt, ik heb bekend, prachtig uitgegeven boek. Ik heb het dus niet over de inhoud, maar heel prachtig uitgegeven. En de 100ste abonnee, die krijgt dat. Door jou persoonlijk gesigneerd. Nou, doe maar. Dan gaan we wat kranten doornemen. Hè? Of had je nog wat aan het begin te zeggen? Iets? We hebben er zin in. Ja, ja. Ja, we zitten te veel te schakelen nu in de camera. Ik ben helemaal van slag. Oh ja. Maar dat komt, ik draai wel bij tijdens de kranten. Dan, ik doe de voorpagina's en Dami gaat wat inhoudelijker daarover hebben over de kranten. Geen skivakanties, sobere feestdagen. Nou ja. Er wordt afgeraden om een skivakantie te gaan. Koninklijk Concertgebouworkest moet nog 3 jaar wachten opnieuw. Ik vind het niet zo erg. En je moet, als je echt zin hebt om op vakantie te gaan, dan moet je het gewoon wel doen. De treinen zijn veilig. Maar jij zei dat de Thalys naar Parijs afgeschaald wordt. Nou, dat is even de eerste bericht in de chat was dat, van Perry Tak. Dus dat vanavond Macron een toespraak heeft. Ja. En dat dus vanaf 2 november de Thalys minder gaat treinen, wordt afgeschaald. Goh, ja, dat is, vind ik dan wel heel erg. Verder, en de ziekenhuisopname is natuurlijk ook heel erg. Maar Macron die gaat vanavond om 8:00 een toespraak houden. Ze verwachten in Frankrijk een totale lockdown. En Angela Merkel die is vandaag ook de hele dag al aan het vergaderen. In Duitsland verwachten ze ook een lockdown. En als bij ons de besmettingen toenemen, dan krijgen we dat hier ook. Dan krijg je toch in heel Europa wel weer een lockdown. Maar als het dan eenmaal zover is, dan denk ik, ja, dat weet je ook waar je aan toe bent. Nu is het blijft het zo mistig. Er zijn overigens in meerdere kranten, heb ik al gelezen, en dat wisten we ook al eigenlijk, dat vitamine D heel goed
is om corona tegen te gaan. Dat ja. is de kans kleiner dat je corona krijgt en dat het hart toeslaat. Vitamine D. Vitamine D. Maar dat is best lekker al sinds maart. Ja. ja, dat is waar. Elke dag één pilletje. En dat is genoeg. Je vindt het ook in vette vis overigens. En het is niet duur, makreel, vitamine D. Makreel, in haring, in... Nou, is ook allemaal vitamine D. In zalm, tonijn, is het allemaal vitamine D in. Ja. En, ook in zon, maar er is nu weinig zon. En de pilletjes, die zijn niet duur. Nee. Nee, dus voor het eerst ook dat het buiten donker is. Ja. Tenminste, voor ons dan. In de hele wereld is het normaal dat het op een gegeven moment buiten donker wordt. Maar hier voor ons is het nu, tijdens de uitzending is het in ieder geval nieuw. Coronavirus werpt schaduw vooruit naar de feestdagen. Nou, ik denk dat die feestdagen misschien juist wel extra leuk worden. Dat je, heel klein bent. Dat je er niet tegenop hoeft te zien. Want heel veel mensen die worden enorm eenzaam. Tijdens de kerst vooral, omdat ze dan al heel lang van tevoren gebeld worden. Weet je al wat je gaat doen met tweede kerstdag en heb je zin om te komen? En mensen vinden het verschrikkelijk, want je hebt ook heel veel spanning, heel veel familiespanning tijdens de feestdagen. Mensen die elkaar haten en dan toch ja, in het belang van de ouders toch maar vriendelijk met elkaar omgaan. Dus de broers en zussen en zo. Vanwege de kerstgedachte. En dat hoeft nu helemaal niet. Je kan gewoon zeggen, nee, het gaat niet door, hè. En dan tegelijkertijd juichen en denken, goh, we doen het lekker klein, lekker sober. Sober, en, dat wordt het nieuwe... Komt er ook met een Evert Bouws binnen. Jullie hebben toch 14.000 abonnees? 14.200, ja, maar dat zijn de abonnees op YouTube. Ja. Op het kanaal van Betty Asfalt 2. Maar dat zijn gewoon de kijkers die gewoon gratis kijken. Maar Grembert zit nu om wat geld geld te sponsoren, te genereren. Zeg maar, om het geld te genereren, geld doen we nu op Petje Af. En dat is en daar als tegenprestatie zit dominee Grembert er elke avond met een hele mooie avondoverdenking. Ja, en doordat je Petje Af steunt, steun je dus ook onze uitzending. En het is maar €4 per maand of zoiets, dat is ook niet zoveel. Rutte, we staan op een kruispunt. Ja, maar dat weten we al lang. Het kabinet schuift het besluit over een strengere lockdown voor zich uit, terwijl de besmettingsgolf maar mondjesmaat afvlakt. Ja, ik denk, ik vind ze niet echt kordaat meer. Dat niet. En dan die Grapperhaus, die dan heel laag op de CDA-lijst staat voor de verkiezingen. Maar Lucille staat er wel bij. Ja. Groen, groen. Ben jij een fan van Lucille? Ja, wie niet? Oh. Het is een geweldige... Nee, ze woont vlakbij waar ik geboren ben. Dus ik zag haar wel eens langsrijden. In Ankeveen? Nou, ze woonde in Korte Hoef? Nee, Dorstenberg. Oh, Dorstenberg. En dan zwaaide zij naar jou? Nou, ik weet niet. Ik zag haar langsrijden en dan zwaaide ik vroeger altijd naar Lucille. Op welke leeftijd deed je dat dan? Dat je zo ging zwaaien? Nou, gewoon was ik buiten aan het spelen en zag je Lucille Werner weer langsrijden. Ja, toen was je een jaar of 12 of zo. Ja, dat denk ik, ja. Niet 18. Nou, en dan reed ze in de auto, wel. Op de fiets. In de auto. En zwaaien ze iedereen. Wuiven zo. In een koets, ja. Met paarden ervoor. En ja. Dat is wel wat ze nu hoopt. Nou, misschien omdat, ik weet niet. Het is toch wel bijzonder dat ze opeens CDA ingaat nu. In Grapperhaus. Niet... En dan denk ik van, als hem zo laag plaatsen, Grapperhaus, dan heeft CDA dus totaal geen vertrouwen in Grapperhaus. Ja, maar hij blijft wel minister. Dat vind ik raar, dan kan je toch beter aftreden. Dus ook niet met iemand op nummer 50 geplaatst. Dat is ook een verrassing. Ja, maar Grapperhaus. Nee, op 51 dacht ik. Oh, 51. Oh, weet je. Op 50, moet ik even kijken wie dit ook weer was. Maar bij Grapperhaus, daar hebben ze als verklaring, dan krijgt hij misschien heel veel voorkeurstemmen. Ja. Ja, dan krijgt hij een nieuw mandaat van de kiezer, zeg maar. Dan is hij weer... Dan krijgt hij vergeving van het publiek. Daar komt het op neer. Dat is de... En Perry Tak meldt nog even dat dus in de toekomst over een paar dagen nog maar 3 Thalissen gaan rijden. Vanaf november. Och, per dag. Dat is wel... En dan reden er 8, dacht ik, of zoiets. Op een gegeven moment. Ja, vroeger nog meer. En de Eurostar, die rijdt wel. Ja, die is pas... Ja, ik zie hem elke dag. Dan ga ik met de trein. En er staan allemaal van die mensen aan de overkant van het perron met gele hesjes aan en mondkapjes. En die houden dan in de gaten dat niemand het perron oversteekt om dan toch de trein stiekem in te gaan of zo, denk ik. Oh, ja. Heel veel bewaking. Verstekelingen. Ja, dat ze onder de trein gaan hangen en dan mee naar Londen. Ja, dat is dan wel lang. Ik bedoel, normaal is 4 uur niet zo lang, maar als je 4 uur onder de trein hangt... Dan lijkt me niet geen pretje. Lijkt me geen pretje. Zelfs als je onder de Eurostar hangt, lijkt me geen pretje. Maar die rijdt dus wel gewoon. Maar de Thalys wordt dus afgeschaald. Ja,
Ja, mensen die mogen misschien ook... Misschien worden de grenzen ook alweer gesloten. Gaat Macron dat je moet toch ook zeggen? Oh, naar Frankrijk. Maar naar Londen moet je ook in 2 weken in lockdown volgens mij, toch? Of dan moet je 2 weken in quarantaine. Ja, maar daar hebben we het ook wel over gehad. Daar hebben we het gisteren over... Heeft Dominique Greem het gisteren over gehad. Dat het wel leuk zou zijn als je met de Eurostar naar Londen gaat en in de trein blijft. En dan gewoon op dezelfde trein weer teruggaat. Dan hoef je niet in quarantaine. Nee. Nog in Engeland, nog in Nederland. Misschien mag je op St. Pancras even rondlopen. Dan kan je toch even de geur van Londen ruiken. Ja, en dan weer terug. En dan ga je weer terug. En als je dan een hele leuke reis hebt met eten en drinken. Ja. Dan, misschien moet je een plannetje om te doen. Nou, we hebben toen met z'n drieën de eerste persrit meegemaakt. Dat kun je nog zien op YouTube. Ja. De trein naar Londen. Dat is heel leuk. Volkskrant. China moet leren zelf te consumeren. Ook. En een ruzie tussen Erdogan en de Rutte, hè, zoals jullie weten. Ja. En ook tussen Erdogan en Macron. Nou, ik heb nu de Telegraaf. En de Telegraaf is echt weer ouderwets. Dat is wel leuk ook, want ik vind dat die kranten wel hun plaats moeten weten. D66 zegt het is schandalig. SP, het is een despoot, een despoot. PVV, tiran, het is een tiran. PvdA, nieuw dieptepunt. VVD, onacceptabel. GroenLinks, buitenspel. Zo, omdat hij... hij klaagt Wilders aan, hè? Dat is het punt eigenlijk. Ja. In Turkije overigens. Echt een dictator ook. Je kan het ook wel zien dat zijn ogen. Van iedereen gaat eraan. Iedereen gaat eraan. Al dat geteisem in Nederland gaat er allemaal aan. Engelman. Nou, en dan hebben we... staat inderdaad 51, Grapperhaus. En wie nou 51 stond... Nou, 25 zat op Martijn van Helvert, die ooit nog kandidaat lijsttrekker was een paar weken geleden, een paar maanden geleden. En... ja, en kabinet houdt horeca tot in december op slot. Ja, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Dat kwam voor de horeca ook totaal onverwacht. En ik vraag me ook af of dat nodig was om de horeca zo te sluiten. Is het niet beter om de scholen toch dicht te doen? Ja, maar dat is zo erg, want al die mensen die kunnen niet meer naar hun werk. En voor die kinderen is het zo verschrikkelijk. Het is zo verschrikkelijk. Allerlei psychologen en pedagogen die kwamen op. Oh, het is zo. Het is voor kinderen juist goed als ze meteen op jeugdige leeftijd al leren dat het allemaal niet van een leien dakje gaat, het leven. Omdat je ook problemen kan hebben. Kinderen van gescheiden ouders die worden later veel gelukkiger dan kinderen van gelukkige ouders. Tenminste, dat is mijn ervaring. Mezelf kinderen van gescheiden ouders. Ja, maar ik ben zelf kind van gescheiden ouders en ik vond het leuk. Ik heb het gestimuleerd ook. Ga toch uit elkaar. En het is uiteindelijk gelukt ook. En ik ben benieuwd naar het commentaar van Kuzu en van Denk, van de lijst Denk, ze van Erdogan vinden. Nee, die vinden dat. Even kijken. Oh, dat is ook zo mooi, hè? Koning Albert met zijn dochter. Ja, in de morgen. Dat is een mooie foto, maar ik denk, ze hebben geen commentaar, dat de foto ook in de krant staat. Oh, dan moet ik even kijken in de krant. Want ik zag hem ook op het nieuws gisteren en ik was benieuwd, dat is de foto. Oh ja. Maar wie is die vrouw die erbij zit? Dat is toch niet Paola? Men kijkt ontspannen in de camera, al houdt Paola van, Paola van Calabria haar handtas wel een beetje stijfjes tegen haar lichaam. Ja, ze is bang dat hij gestolen wordt door haar natuurlijk. Ja, en zij denkt, hier, van Albert, god, je hebt je pielenmuisje in een ander gestopt dan van mij. Oh ja, het is wel waar natuurlijk. Maar ik vind het wel weer mooi dat hij dat het aanvaard heeft. En zij zit er wel al bij, alsof ze er elke dag al bij zit eigenlijk. Terwijl het een heel lang proces geweest is. Ja, eerst wilde hij hem ontvangen en wilde hij ook helemaal niet herkennen. En hij herkende het niet en uiteindelijk moest ze door de rechter, is ze erkend als dochter van... Koning Albert. En toen koning Philip, de zoon van Albert, die inmiddels koning is, heeft er, zegt er geen gezeur. Ik wil mijn halfzus ontmoeten. Ja. En pas toen daarna heeft ook koning Albert haar ontvangen. Nou, het enorme behoefte aan een halfzus ook. Dat heeft hij altijd gemist, Philip, ja. En daardoor is koning Albert ook overstag gegaan. We gaan ook trouwens nog straks met België bellen. En met Amerika gaan we straks video bellen ook. En met Sjanne van Münster gaan we ook zo video bellen. Maar we gaan nu eerst, denk ik, met Herman Vinkers bellen. En is de 100ste abonnee al binnen? Nee, nog niet.
www.petjeaf. www.petje.af/grendaad. Oh ja, petje punt. Hebben we daar een tekstje van? Ja, voor mij hebben we daar een tekstje. Ja, die is in beeld. Oh, die is al. Herman Vinkes, daar ben je mee bezig. Dat ik ondertussen ook de... Ja, dan moet ik dat ook weer. Ja, dan moet je dat ook doen. Zo blijf je bezig. De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door. Herman Vinkes. Genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ja, maar hij had al in een persbericht gezegd dat hij niet wilde dat mensen op hem gingen stemmen. Omdat het geen literatuur is wat hij maakt. Kijken hoe dat gaat. Spannend. Rechtstreeks. Ja, daar dag Herman. Dag, hallo. Nou, wat leuk. Je zit rechtstreeks in de uitzending van Betty Asphalt Troost TV. Dat dacht ik. Ja, dat dacht ik. Dat dacht je. En je bent nu thuis. Thuis in mijn huisje. Ik heb ook een huisje aan de Dinkel. Dus eigenlijk ook een soort grachtenpand, want hier stroomt het water ook langs. Oh. Dus we hebben een soort gelijke plekken eigenlijk nu op dit moment. Daar ben ik nu. Oh ja, daar zit je vaak ook wel. Ja, de ene keer wat vaker dan de andere, maar in principe zit ik er wel geregeld, ja. En daar werk je ook? Ja. Oh. En ben je nu met iets bezig, met een nieuw project? Nou, er zijn er net een heleboel afgerond eigenlijk. Dat is Vrouwenensemble Wistful Singing en ikzelf zijn net klaar met de tweede online cursus Gregoriaans. Oh ja. Maar Wistful Singing, dat is een vrouwenensemble die geweldig goed zingt. En met name Gregoriaans, dat beheersen ze. Ja, ik vind zoals zij Gregoriaans zingt, ik heb dat nooit beter gehoord. Oh. Ja, ja, en we hadden... Zij hadden een behoorlijk volle concertagenda. En die vielen in één keer weg, natuurlijk door de corona. En toen kwamen ze op het idee om een online cursus Gregoriaans voor beginners te doen. Dat was al gelijk in het begin van die coronaperiode. En dat sloeg zodanig aan dat ze hebben besloten een tweede cursus te doen. En die is net afgerond. Oh, en daar hebben ze ook de inkomsten van dan? Ja, gedeeltelijk, denk ik. Zij hebben ondertussen ook nog wel kleine concerten gegeven voor 30 man. En dat gaan ze ook nog wel doen, geloof ik, als het nog kan. Maar voor de rest kwam dat hun wel heel goed uit, ja. Ja, het is niet alleen geld, hoor. Het is gewoon, ze willen vooral, dan merk ik met veel artiesten, ze willen gewoon... Ja, als je zangeres bent, in hun geval, dan wil je zingen. Ja. Ja. Het is zo. Als je presentator, ja, en als je hoort dat Paul Hane bent, dan wil je natuurlijk ook mensen verbinden via Oranje TV. Dat... Ja, precies. Dat lukt ook. Want dit wordt uitgezonden over de hele wereld ook. Kijk. Want we hebben kijkers in Amerika, in Thailand, in Australië. Allemaal Nederlanders die via YouTube kunnen kijken. Een soort wereldomroep eigenlijk. Ja, waar de wereldomroep nu in faalt, daar stralen wij nu in eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk... Bestaat dat eigenlijk nog, de wereldomroep? Ik heb er vroeger wel eens opgetreden, er staat zo'n apart gebouw in Hilversum. Ja. Maar ik weet niet of dat... Ja, het gebouw bestaat nog wel, maar daar zit geloof ik de AVRO nu in of zo. Oh, ja. En je hebt nog wel, en BVN heb je nog, het beste van Nederland. Maar dat is dan de televisieafdeling van de wereldomroep. Maar volgens mij de wereldomroep zelf bestaat niet meer. En BVN, dus zijn alleen maar herhalingen. Ja, het is verzameling, maar toen had de wereldomroep echt eigen programma's. Ja. En het was best wel leuk, maar ik kwam er wel eens een keer op, helemaal in het begin. Toen kende bijna niemand mee, maar toen hadden ze een avond georganiseerd. En daar zag publiek, heel leuk publiek, in een soort café Chantal-achtige opstelling. En er werd een radioprogramma van gemaakt. Dat was eigenlijk wel heel erg knus. En dan kreeg je ook reacties dan vanuit Nederlanders uit het buitenland? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat is het nadeel. Je kunt niet alles hebben. Nu kreeg je bijna te veel reacties, maar iedereen zit natuurlijk meteen op die... misschien wisten ze niet hoe ze moesten doen. Of, Nee, maar dat had je in die tijd nog niet. Want hoe lang moet je brief schrijven, ja. Hoe lang is dat geleden dan, dat je daar zat?
1980, begin jaren 80 denk ik. Ja, toen had je natuurlijk nog het internet ook helemaal niet. Nee, nee. Toen moest je we waren blij dat de microfoon er nog deed. Dus, ja. toen moest en dat het stereo was. Maar dat was wel een mooi moment voor het eerst dat je een radio had en dat stereo FM en dat het lampje ging branden van je radio, dat er een stereo uitzending kwam. Oh ja, dat weet ik niet. Wij hadden thuis een draadomroep, dat weet ik nog wel. Ja, dat ook. Was per definitie mono. En dat was zo'n kastje en daar zat een schakelaar aan en er zaten maar 4 zenders op. Ja. 3 Duitse geloof ik en 1 Nederlandse. En in de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers dat gebruikt om daar voortdurend propaganda op uit te zenden. Oh, ja, dit was heel handig, want je had dan Radio 4, dat was klassieke muziek. Radio 3, dat was lichte muziek. En Radio 2 was KRO NCRV. Met ook amusement van de KRO en de NCRV, dus Tierenlantijnen van Tony Schifferschein. En Radio 1 was dan de Avro en de Vara met de Showboat Show. Maar ja, jij bent jonger dan ik. Ja, ik ben van 1954. Ja, zie je, en ik van 46. Ja, dus dat scheelt toch wel ook, hoor. Zie je niet. Het was toen nog veel erger. Toen, toen was het echt... Het hele land lag in puin. Ja, het hele land lag in puin. En Wim Kan, die heb je nog wel voor de radio meegemaakt dan, denk ik. De radio, ja. Mijn ouders stonden een beetje ver van mijn ouders af, moet ik zeggen, hoor. Want ik weet al een keer dat een oom van mij kwam op oudejaarsavond. En zei, hebben jullie de radio niet aan? Wim Kan is erop. Maar dat leefde bij ons, dat stond iets te ver weg. Dat was helemaal in over Haagse politiek en zo. Oh, ja. Ja. Maar waar mijn ouders wel gek op waren, was Fons Jansen. Oh en, ja. Was iets later natuurlijk. En Toon Hermans. Ja. Fons Jansen, de Zingende Kerk. Ja, maar Toon Hermans waren ze wel heel gek op. Goffie Boermans. Ja. 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 Ja, echt wel zo die katholieke richting allemaal. Ja, en Wim Kan was Vara. Dat was natuurlijk... De pastoor zei dat je niet naar de Vara... Maar toen had je weer Monsieur Beckers. En die ging juist zijn avondsluiting doen, expres voor de Vara. Oh, die deed het voor de Vara? Ja, hè, omdat hij vond het onzin dat katholieken niet naar de Vara mochten luisteren. Dus die ging speciaal zijn avondsluiting doen op de Vara. Oh, ja. Ja. Dus dat was wel heel grensverleggend eigenlijk voor die tijd. Dan. Ja, hij zei ook al dat... Wat geboortebeperking betreft, daar moet de kerk helemaal niet tussenkomen. Dan moeten de echtparen zelf beslissen. En hij werd ook aanvaard, Beckers, toch? Bisschop van Den Bosch was hij toch? Ja. Hij werd wel aanvaard. Ja, wij waren niet katholiek. Ja, Dammie is wel katholiek en Mark ook van huis uit. Maar wij waren Nederduits hervormd vroeger in de Jan van Galenstraat. Ah, ja. En we keken wel... we zaten op 1 hoog en de buren die waren wel katholiek. En dan zagen we wel af en toe zijn pastoor zo daar naar binnen gaan. Daar keken we vol verwondering naar. In ja, en dan kreeg je 9 maanden later was er weer een baby bij natuurlijk. Ja, precies. Wat een nieuwe tijd om ja, zo... de club wat uit te breiden. Ja, zo ging dat. Jij bent ook nog wel, je voelt je nog wel ook katholiek ook, hè? Toch? Ja, want bijvoorbeeld, die Gregoriaanse cursus is daar uitvloeisel van. Maar ook voor dit jaar stonden er nog 6 mims gepland. Een mim is een missa in mysterium. Want ik heb net dat vrouwenassemble genoemd, Wistful Singing. En sinds 2016 organiseren we af en toe eucharistievieringen die helemaal Gregoriaans zijn. Helemaal in het Latijn, waarbij de nadruk ligt op het pulcrum, dus op het schone. En daar was altijd heel veel belangstelling voor. En dat liep ook heel mooi. We hebben het ook gedaan in de Sint-Jan in Den Bosch. En voor dit jaar stonden er maar liefst 6 gepland. Maar die zijn geen van allen doorgegaan. En, maar goed, daar is dus die online cursus Gregoriaans voor in de plaats gekomen. Anders was die er niet geweest. Dus nee. Zo is er altijd wel weer een station. Wat zeg je? Nou ja, goed. Bij bekender, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, precies. Maar hoe richt jij je leven nu in, dus los van de cursus? Ja, het is toen in half februari kwam een film De Beentjes van Sint-Hildegard. Ja. Ook al een katholieke titel. De Beentjes van Sint-Hildegard. En
Vier weken later kwam die intelligente lockdown, zoals dat heet. Dus toen gingen de bioscopen dicht, of gedeeltelijk dicht in ieder geval. Dus ja, hij liep fantastisch, die film, en toen moest het in één keer stoppen. Maar desondanks druppelde het wel gewoon door. Dus, daar begon al de hele eerste periode van deze coronatijd mee. Ja. En daarna, goed, die cursus online Gregoriaans. En ik heb ook nog een cd afgemaakt. Ik ben in 2018 begonnen met het opnemen van een klassieke cd. Ik heb ooit een, ja, ook wel katholiek blijkt, nou je nooit over begint, een meerstemmige mis gecomponeerd, een seniorensmis. En die had ik al heel lang geleden herschreven, maar ik had er nog een opname van gemaakt. En toen heb ik dat in 2018 opgenomen met Holland Barok en Capella Amsterdam. Maar die mis duurt 25 minuten, dus het is te kort voor een cd. En toen heb ik ook weer met Wissel Singing een Maria Vespus, of een Gregoriaanse Maria Vespus, opgenomen. En dat was ook in de coronatijd, in een grote, grote kerk. En de zangeressen ver van elkaar af. Yeah. En ik zat ergens bij het orgel of zo. Ik hoefde niet te zingen. En we hebben nog meer gedaan. Ik heb nog op verzoek ik geloof dat het Amerikaans is. Een Amerikaans heel populair kinderboek, vertaald in het Twents. Oh ja, dat las ik in de krant ook. De Gruffalo. Ja. En heb ik wel gemaakt Den Groepensen Gruffalo. En dus, moet ik een stukje voordoen? Ja, graag. Ja. Dat is de Gruffalo. De Groepensen Gruffalo. Dan, als ik dit even een kort stukje voordraag, dan weet je wel wat Groepens is. Ja. De Groepense taan en Groepense clown en Groepense koezen die Groepens kunnen kouwen. Knoms op de knie en veuten als klus en een wrak die vergiftigd is boon op nus. Oom heel aan pad, tongen kat zwart en persige stekkels van kop tot aan het gat. Het is, ook keel nog aan toe, een Groepense Gruffalo. Oh, mooi. Ja, ja. Ik weet niet, ik begrijp het niet, maar de spanning, komt over. De spanning komt over. Nee, maar dat is een heel mooi project van die uitgeverij Lemony Scar. Die heeft ook, de Daniel Loos heeft het in het Drents vertaald, Herman Veen in het Utrechts. En er zijn nog wat mensen met Antwerpse dialecten, Gent en Rotterdams. Dus het is een heel leuk project. Dan hoor je dus de Groepense Gruffalo in allerlei dialecten en streektalen. En wanneer komt dat uit dan? Of dat is al uit? Gisteren. Vrijdag is het uitgekomen. Afgelopen vrijdag. En hoe kunnen de mensen daar aankomen dan? Je moet betalen. Ook in de winkel. Gewoon in de winkel. Oh, ja. Ja, ja. Daar ligt een... dus wat leuk is van het project is... je kunt de code scannen. En als je de code scant, hoor je de auteurs het verhaal voorlezen. Want als je het voor mij ook, als ik in de Antwerps lees, dan weet ik niet hoe het klinkt. Dus als je Nederlands leest, weet je hoe het klinkt. Maar in de Antwerps weet ik dat niet. En dus daarom kun je dat ook gelijk horen. Ja. Nou, en dat was het. Ik heb nog meer gedaan. Nou, en je boek. Maar dat is een boek uit 2014. Hè? De cursus Omgaan met Teleurstellingen gaat wederom niet door. Ja. En het is nu, even kijken, het is uit 2014, ja. En het is nu ineens genomineerd, hè? Ja, het is eigenlijk nogal ouder. Er staan al teksten in die al in 1979 zijn. Maar het wordt iedere keer weer... Het is eigenlijk wel het meest duurzame boek dat er bestaat. Want er wordt iedere keer worden die teksten gerecycled in een andere vorm. Ik schaaf er iets aan, ik haal er wat uit, ik doe er wat bij. En ja, dus ik was zelf hoogst verbaasd dat het genomineerd werd. Maar ik geloof dat ze gewoon kijken welke boeken het best verkocht hebben. En die worden dan genomineerd. En dan sta je in één keer tussen Gert Mak en Roxane van Ypres, waar natuurlijk die al hebben prachtige boeken geschreven. Ja, en jij wil eigenlijk niet dat ze op jou stemmen, hè? Stond in de krant. Bijna een beetje gênant, maar ik vind het heel, voel me heel vereerd. Maar ja, dat moet eigenlijk naar... ik vind wel Roxane of Geert, die hebben mijn voorkeur, laat ik zo zeggen. Ja, maar de mensen die reageren natuurlijk altijd anders dan je hoopt. Want de mensen denken van, oh, ik mag daar niet op stemmen. Nou, ik heb het al zo moeilijk met die corona, ik ga daar juist op stemmen. Ja,
Hoe dat, moet je dat ook tegenhouden? Ja, en als je het dan gewonnen hebt, ga je dan, aanvaard je de prijs dan wel? Ja, wat moet je dan doen? Ik heb geen idee. Nee, moet je het gewoon aanvaarden. Dat hebben we aanvaren, ja, tuurlijk. Dat zou zo'n belediging zijn. Maar dat is een beetje mijn probleem. Ze vroegen ook of je je achterban wilde oproepen van stem op mij. Oh. Maar dat vind ik... Johanna Ter Stegen, met wie ik in de film gespeeld heb, De Beentjes, die zei dat ze komt uit een heel streng gereformeerd milieu, dus is heel principieel. Zij mogen ook stemmen bijvoorbeeld op wie de Gouden Kalf kreeg. En ze zeggen, ik doe dat principieel niet, zeg ze, want dan moet je eigenlijk alle films gezien hebben voordat je daadwerkelijk kunt kiezen. En er is geen begin en aan, dus ik stem niet. Dus ook mensen die ergens op een bepaald boek stemmen, die hebben dat boek gezien en vinden het leuk. Maar eigenlijk zou je alle boeken moeten lezen. En je mag ook boeken kiezen die niet genomineerd zijn. Dus ja, dat houdt al helemaal op, denk ik. Ja. Dus het is eigenlijk een onmogelijke vraag. Dus op een gegeven moment gaat dan misschien de prijs naar degene die het beste zijn achterban weet te mobiliseren. Maar dat is een ander soort prijs dan, ja, dat je een mooi boek geschreven hebt. Ja, maar zo worden natuurlijk heel veel prijzen georganiseerd eigenlijk. Dat de kijkers mogen stemmen. En ja, dat dan niet altijd de kwaliteit, of vaak juist niet de kwaliteit, de boventoon voert, maar meer de bekendheid. Of mensen die inderdaad op internet heel actief bezig zijn. Of de populariteit zeggen, oh, dat is een aardige vrouw of een aardige man. Ja. Maar het kan best zijn dat een ontzettende lul, dat hij een prachtig boek schrijft. Dan moet hij wel die prijs krijgen. Ja, dat vind ik ook. De grote lulprijs of zo. Dan, ja. Maar wel een genie. Ja, wel een genie. Maar kijk, als mensen dan wel veel op jou stemmen, dan gaan ze natuurlijk zeggen van ja, hij heeft toch stiekem actie ondernomen. Maar dat is... Ik zie dat maar wel, Paul. Dus, ja. Nou, hij voorlopig... dit is allemaal... Die cursus was heel veel werk. Die is nog net klaar. Die CD was veel werk. Die is nog klaar. En nou... Hattie, die wil nou dat ik met haar de kelder ga opruimen. Dat is uw vrouw, Hattie, hè? Het is mijn vrouw, ja. Niet een van de cursisten. Ze heeft wel de eerste cursus meegedaan, maar... de tweede is en wat ligt, het, wat ligt er dan in de kelder waar je tegenop ziet? Ja, we hebben een heel huis is onderkelderd en het nadeel van zoiets is, je gooit er van alles neer. Ik denk, we hebben toch ruimte zat. En mensen wou graag de hele kelder leeghalen, laten schilderen. En dan weer opnieuw inpakken en dan alles wat toch weg kan, weggooien. Maar dat is veel werk. Ik denk dat de corona eerder weg is dan dat wij de kelder opgeruimd hebben. Ja. En kan jij makkelijk weggooien? Op zich wel. Maar het is, kan je misschien ook, als je boeken weggooit, denk je, hey, heb ik dat boek ook? Ik weet niet meer waar het over gaat. En dan ga je erin kijken, is interessant. En voordat je weet, zit je een half uur te lezen. Ja. Dat is moeilijk. Maar ook überhaupt het boeken weggooien, toch? Ja. Ja. Nou ja, je kunt ze gewoon naar de kringloop brengen. Dan kan iemand anders nog in lezen. Ja, dat is waar. En, ja. Maar dierbare dingen die in de kelder liggen bij jou... heb je daar... verwacht je iets nog in de kelder... waarvan je denkt, ach, ben ik helemaal vergeten? Ja, we kwamen wel wat dingen tegen. Maar ik ben ook vergeten wat het was. Het hangt blijkbaar aan die dingen om snel vergeten te worden. Ik weet het niet. Nee, maar dat is ook wel goed dan, om het dan snel te vergeten. En denk ik. En een van de beste, nog even tot slot, de beste oudejaarsconferences vond ik, heb jij gemaakt een aantal jaren geleden, na Wim Kan. En dat komt ook... omdat je het voor het eerst rechtstreeks deed. Dat deed Joep van het Hek niet eigenlijk. Jij deed het rechtstreeks. En je deed het ook met enorm veel passie. Minder vol liefde. En ook het geloof kwam er ook wel in voor. Hebben ze bij de VARA gevraagd of je het nog een keer wilt doen? Dat willen ze wel graag natuurlijk. Ja, maar... ik ben ook niet gevraagd toen door de VARA. Hattie kwam op het idee, toen heb ik de VARA gemaild. Zei, is het een idee dat ik de oudejaarsconferentie ga doen? En toen waren ze heel blij. Dus. Oh. Ja, maar nu het over oudejaarsconferentie hebt, een oudejaarsconferentie die een beetje ongemerkt voorbij is gegaan, is die van Jeroen van Merwijk. Die had vorig jaar een oudejaarsconferentie en die heette, en dat is een heel profetische titel, was volgend jaar maar vast voorbij. Ja.
En dat was, hoe vind je dat? Want dat was toen nog niet bekend. Nee. Dus hij heeft op een of andere manier iets profetisch aangevoeld. Dat hij dus zei, ja, was volgend jaar maar vast voorbij. Nou, hij is zelf dus ziek, maar ook de hele maatschappij zit nou, is ziek, die zit met het virus. Dus, ja. Dus ik vond nog wel een titel dat ik denk, hé, dat ja. is nog een... Maar ook net wat hemzelf betreft, hè, omdat hij ongeneeslijk ziek is. Ja, ook. Het is dubbel. Dus hij had geen treffende titel. En dat wist hij toen ook nog niet. Hij wist niet dat hij ziek was. En hij wist niet dat er virus kwam. En bedenkt het programma dat hij het was volgend jaar maar vast voorbij. Ja, dat is waar. Dat is mooi, hè? Ja, ja. Profetisch, ja. En jij, met jou gaat het goed verder. Want goed, jij bent goed, ja. ook een voorbeeld van iemand die ook... ernstig ziek was. Want hoeveel jaar geleden alweer? Het is nog steeds wel. Het gaat niet weg, maar ik voel me nu goed. Laat ik zo zeggen. Het is een chronische aandoening. En ik heb nu een nieuwe kuur. Binnenkort krijg ik een beenmergpunctie en dan kijken ze hoe het ervoor staat. Ja. Het zal niet weggaan, maar ik hoop het nog zo lang mogelijk te kunnen rekken. Ja. Dat doe ik niet, dat doen de dokters natuurlijk. Ja, maar jij was... het zag er somberder uit toen het geconstateerd werd. Ja, ik had de mazzel dat er iedere keer iets nieuws kwam. Dus dat ik was net laat genoeg met die ziekte behept. Dat net iets nieuws kwam. En als dat uitgewerkt raakte, kwam er weer iets nieuws. En... Zodanig. Want dat was een leukemie. Chronische leukemie, ja. Nou, is het eigenlijk, hè, chronische leukemie. Maar oh, ja. Vorig jaar was het niet zo goed. Nu met die nieuwe kuur gaat het eigenlijk prima. En ik kan van alles doen. Maar dat zit er voor Jeroen van Merwijk niet in. Want die doet geen kuur. Nee, dat zijn alle mogelijkheden afgesloten nu. Ja. Hij heeft mooie dingen gemaakt. Ja. Nou, hij heeft ook voor gekozen om op die manier nog te leven eigenlijk zoals hij nu doet in Frankrijk ook. Hè? Ja, dat snap ik wel. Maar je hebt dan, die kan in een ziekenhuis gaan liggen en naar het plafond kijken en de hele dag. Maar ik kan ook hier in mijn atelier zitten naar muziek luisteren in Frankrijk en lekker schilderen en tekenen. Ja. En wat ga je straks doen? Nou ja, dan gaan we kelder schoonmaken. Maar in mijn huisje, ik zou vandaag naar huis gaan. Dus ik denk dat Hetty zo de carbonade zal in de pan heeft liggen. En dan ga ik... Er is nog een vraag. Of je even die ruimte kan laten zien of je op de hoorn kan blazen die achter je hangt. Nee, die is lek. Oh, die is lek. Oh. Maar die hoorn die staat hier niet. Die kun je niet zien, maar die staat daar. Nee, van rechtsachter. Oh, die rechtsachter schijnt een hoorn. Nee. Ik heb wel een midwinterhoorn, daar lukt het wel op. Oh, ja. En dit is een prachtig ding, maar als een midwinterhoorn lukt, dan moet dit ook wel lukken, maar dat... Nou. Ja. Midwinterhoorn gaat beter, maar die is leuk. Daar word je weer vrolijk van in deze coronatijd. Ja. En waren er nog meer reacties van mensen? Nou, de mensen vroegen of de film De Beentjes van Sint-Hildegard nog draait... Ja, die draait nog steeds. Maar hij is ook te zien op allerlei streamingkanalen en op dvd's. En het mooie is, ik hoor van mensen die hem 3-4 keer gaan zien. Ah, leuk. Had niemand verwacht. Nee, wat leuk. Jij moet hem ook nog zien. We moeten hem nog zien. Ja, kijk. En is hij ook op je eigen platform te zien? Herman Vinkers TV. Is hij ook op je eigen platform te zien, op Herman Vinkers TV? Nee, want ik ben niet de producent. Dus ik heb allerlei andere dingen gedaan, maar ik ben niet de producent. De distributeur is de septemberfilm. En het is op allerlei streamingdiensten te zien en op dvd. Oh ja. Ja. Nou Herman, groet aan Hetty en succes met de kelder en de carbonade. En tot de volgende keer dan. Groet aan Danny. Ja, dat zal ik doen. Dag. Dag Paul. Dag. Dag Herman. Nou, en we hebben de 100ste petje af binnen. Ik wil het gesprek niet onderbreken net. Oh. En het is geworden Henk ter Beek. Oh ja. Henk ter Beek. Ja. En die krijgt een prachtige boek. Heel mooi
uitgevoerd. Ik heb bekend. De dagboeken van Paul Hanen. Nou, heb je het al. De mensen willen weten. Het is ook nog steeds in de winkel te krijgen trouwens hoor. Een leuk Sinterklaas cadeau. Er staan ook dingen over Wim Kan ja. ook. En Henk de Beek moet even een mailtje sturen naar kantoor@bettyasselt. Ja, kunnen we ook. Of info@bettyasselt.nl. En dan zoeken we dan zoeken zijn contact. Adres geven en dan zoeken we contact. En stuur het boek op. Ja, batterij bijna leeg. En er wordt veel gekeken. We zitten nu boven de 300 directe kijkers, rechtstreekse kijkers. Ja, dat is voor ons veel. Maar mensen gaan later ook nog ja. kijken. Dan zitten we altijd wel 3,000-4,000. Er kijken uiteindelijk veel meer mensen. En ik had nog Paul de Leeuw ook ge-sms'd. Want hij gaat met Astrid Joosten op 1 presenteren op de vrijdagavond. Dus hij gaat van RTL naar de publieke omroep. Hij is gewoon terug bij de publieke omroep. Ja, dat is wel leuk. Ja, misschien hij kijkt ongetwijfeld. Nu misschien kan hij alsnog even reageren. Op het sms'je wat je hem gestuurd hebt. Kijken of hij gereageerd heeft. Zal ik even kijken. Nee, wel Margot Pesi. Die heeft wel gereageerd. Die gaan we ook bellen. Oh, ze loopt. Ja, Omes is nu thuis. Maar we gaan eerst bellen naar Sjane van Münster. Eerst niet naar Robert. Oh ja, want die nee, moet naar, gaan naar, ja. Ja. We gaan eerst bellen naar, Robert, naar Bob Scholten. Naar Bob Scholten. Die, dat stond gisteren een stuk in de Volkskrant. Met een 22-jarige student. Die had op Marktplaats een schilderij gekocht voor slechts een paar honderd euro. En toen bleek het later het schilderij een onbekend werk van de Franse cubist André Lhote te zijn. Lhote. En die, dat schijnt heel veel bijzonder te zijn. Het is een onbekend werk. Het is inmiddels erkend als inderdaad een echt originele Lhote. Oh. En dus die, hoe is het leuk dat je opeens toch op Marktplaats opeens met een koopje komt. Ja. En dan de schilderij. Even laten zien. Ja. Hier. Oh, hè? Wacht niet. Hier zit hij met het schilderij. Ja. Daar gaan we hem bellen. Ja, jij zit ook vaak op Marktplaats, hè? Ja, ik heb mailen huishouden van Marktplaats, zowat. En dat is ook betrouwbaar wel. Ja, zeker. Oh. Dat is hartstikke leuk. En heel duurzaam. En je vindt nog eens iets wat je nooit in de winkel vindt. Maar dat is ook het leuke aan een kringloopwinkel bijvoorbeeld. Daar ben ik ook weg van. Dan kijk je ook aan een schilderij op Marktplaats. Nee, maar als ik naar een kringloopwinkel ga, dan loop je de kringloopwinkel in. En je hebt in principe nog niks nodig. En je loopt die winkel uit met allemaal spullen die je van tevoren niet wist dat je ze mee zou nemen. Ja. Dat is leuk. Dat is leuk. En wat je bij de Action ook hebt. Precies. Maar dan weer op een andere manier. Precies. En heb je ook wel al iets waarvan je denkt van, oh, dat zal wel veel waard zijn. Dat het veel mooier is dan je had gedacht. Wat ik gekocht heb? Ja. Ik heb wel dingen in mijn... Op Marktplaats. Ik heb hele mooie hardhouten dressoir. En die kon ik zo ophalen bij mensen. Die wilden er vanaf. Oh. Dat was net toen ik ging verhuizen. Prachtig, prachtig ding. En die kon ik zo ophalen in Korte Hoef. Maar antiek? Het is vrij... Semi? Ik weet niet. Het is strak. Maar heel mooi en heel degelijk. Super. Daar ben ik heel blij mee. En als je het nieuw moet betalen, ben je een paar duizend euro kwijt of zo. En dan kom ik zo meenemen in een busje. Maar ja. Nou, dan gaan we kijken hoe Bob en hoe het met Bob gegaan is. Ja, dag Bob. Hey. Hallo. Nee, nu zit je... Ja, je zit goed zo. Top. Want je hebt de uitzending nog aan, denk ik, hè? Ja, we moeten even zacht, hè? Ja, want hij gaat een minuut later, komt hij bij jou pas binnen. Dus dan direct verwarrend. Dan moet hij zacht. Ja, hij moet even zacht, jongens. Hij moet uit. Nou, of niet uit. Want je bent niet thuis, hè? Nee, inderdaad. Nee, ik ben bij vrienden aan het eten. Oh ja, maar dan kunnen die vrienden het wel zachtjes zien. Maar dan word jij niet afgeleid eigenlijk. Ja, nee, precies. Ja. Want heb je veel reacties gehad op het stuk in de Volkskrant? Ja, echt heel veel. Ik werd gisteren wakker. Want gisteren kwam het in de Volkskrant. En toen om 8 uur, de mail stond rood gloeiend. NPO, Omroep Max, Q-Music, RTL Nieuws. Dat ging maar door. Dus de hele dag mailtjes schrijven en bellen. En dat is echt een gek huis. Ja, want het gaat erom dat jij op Marktplaats het schilderij ontdekt hebt. Hè? Want hoe zag je dat dan? Nou, ik had gewoon André Lhote, heet de kunstenaar, gegoogeld in Marktplaats.
En toen zag ik hem werk en ik dacht, hé, dat is bijzonder. Zal het een echte zijn? Dus toen ging ik wat beter kijken. En ik zag, het heeft een originele lijst. Althans, de lijst is oud. Er zit helemaal vergeeld afplakpapier op de achterkant. Uit de jaren 20. Hij was niet uit de lijst gehaald. Hij was vergeeld. Hij was een beetje beschadigd hier en daar. Er zaten latexpatten op. Het had potentie voor iets moois. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar Bloemendaal om de hoek. En ik ga even bekijken wat het is. Ja, en je hebt zelf je studeert kunstgeschiedenis. Ja, ik studeer kunstgeschiedenis en ik doe een master kunstmarktconnoisseurschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Oh ja, en toen kwam je bij die mensen binnen in Bloemendaal. Wat voor mensen waren dat? Een hele aardige mensen. Ze woonden niet in een villa, maar ook niet in een heel klein huis. Gewoon een normaal gezin. Ze zeiden al van, ja Bob, waarschijnlijk is het wel iets moois, maar we hebben er niet heel veel verstand van. Begin het je en veel plezier ermee. En waarom deden ze het weg dan? Ze waren aan het opruimen. Ze hadden wel 200 dingen op marktplaats staan. Echt van alles. Dus ze waren gewoon aan het opruimen. Oh ja. En toen moest je je blijdschap natuurlijk een beetje temperen. Ja, maar ik wist ook niet helemaal zeker of het natuurlijk wel een authentiek werk is. Want heel veel werken van André Loten zijn vervalst. Dus ik moest gaan onderzoeken of het een echt werk is of niet. Ja, maar je had het voor weinig gekocht bij hun. Ja, voor een paar honderd euro. Oh ja. En hoe heb je het onderzocht dan? Ik heb toen een mailtje gestuurd naar de André Loten Stichting, naar Dominique Berman-Martin. En na een week antwoordden ze van, kom maar langs in Parijs, ik wil graag het schilderij zien. Dat is wel spannend natuurlijk, van ze nodigt me wel uit, maar ze zegt nog niks over, over de authenticiteit. Dus toen ging ik er naartoe met een koffertje in de Thalys. En ik had met haar afgesproken in de Student Hotel. Mijn gekke plek natuurlijk. Vond ze ook wel, vond ze wel grappig volgens mij. En om 3 uur kwam ze binnen. Toen liet ik het weer zien. En ze was heel gereserveerd. Van ik moet even onderzoeken. Ik moet even bekijken. Ze was het ook aan het voelen met haar vinger en zo. Oh. En ik dacht, wat doet ze nou? Ja. Maar ze heeft er verstand van. En toen zei ze, monsieur Bob, ik wil graag de achterkant zien. Ja. En dat was een probleem, want die zat helemaal dichtgespijkerd. Dus toen heb ik bij de receptie proberen een tang te krijgen. Maar dat was best moeilijk, want dat Engelse woord, dat snapten ze niet. En ik ben niet goed in Frans. Dus uiteindelijk kwamen ze met een hele grote kist aan met allemaal gereedschap. Toen haalde ik er een tang uit en toen moest ze heel erg lachen. En zij aan de ene kant trekken, ik aan de andere kant trekken. En toen zei ze dus, het is een authentiek werk. Oh ja. Ja. Goh, maar dat is dan... hoe heb je je blijdschap laten blijken eigenlijk? Ik dacht eigenlijk dat het toch niet een echt werk zou zijn, omdat het gewoon zo'n kleine kans is. Dus toen ik het hoorde was ik heel blij, maar ik moest ook een beetje, ik wilde toch een beetje professioneel reageren. Dus ik sprong niet helemaal in de lucht van... Nee. Ik bedankte er voor de expertise. We hadden nog een kwartiertje, hadden we nog een nazit. Toen ging ik terug naar het hotel. Ik was helemaal alleen. Dan in die stilte, dan komt langzaam het besef binnen van wow, maar het is echt en wat heb ik net meegemaakt. En dan ga je vrienden bellen en familie. Want je sliep ook wel in het hotel daar. Oh, ja. Eén nachtje. En weet je ook waarom ze met de vinger eroverheen ging? Om de dikte te voelen en of het überhaupt geschilderd was. Ja. Ja. En zij doet en het materiaal. En ze doet het heel voorzichtig. Ze gaat niet hard wrijven dat de verf eraf springt. Nee, ze ging ook tikken. En dat was om te kijken wat het materiaal was. Oh. En ik dacht, straks tikt ze het verf weg. Maar dat is niet gebeurd natuurlijk. Nee. En toen de volgende dag ben je teruggegaan met de Thalys. En weet je nou ook ongeveer wat het waard zou kunnen zijn, eventueel? Het is natuurlijk een heel klein werkje. Het is nog een beetje natte vingerwerk. Maar ik denk zelf tussen de 20 en 25.000 euro. Och, ja. En hoe ga je daar nu mee om? Ga je naar tussen kunst en kitsch? Ik heb het in principe op mijn website staan nu. bobscholtenart.nl. Daar is het dus te koop. Oh. Het is RTL zei het ligt zo open en bloot bij Bob thuis. Dus het ligt nu bij een kennis in een kluis. Dat is ook fijn. Ja. Ja. En straks naar Jinek, dus het is echt een gekkenhuis met alle commotie erom. Ik dacht bij Jinek, dat weet ik. Ja, Bob, dus Bob Scholten. Bob Scholten. Oh, we hebben hem al. Ja,
www.bobscholtenart.nl. Ja, we hebben hem al, ja. Mensen kunnen thuis ook al zien. Ah, en beneden leuk. Rechts. Hè? En straks moet je naar Eva Jinek dan. Ja. En heb je een voorgesprek gehad al daarover? Even kort, wat ik ook met de RTL heb gehad. Hoe en wat. Eigenlijk wat in de Volkskrant stond, maar in andere woorden. Ja. En welke vraag, denk je, gaat ze stellen? Want het is wel leuk als wij vanavond kijken dat het uitkomt. Ja, ik heb geen idee. Ja, moet ik even nadenken hoor. Welke vraag kan ze gaan stellen? Ik weet het eigenlijk niet. Voor de hand liggende vraag, wat ga je met het geld doen? Dat is een voor de hand liggende vraag. Ja, natuurlijk. Zal ik nooit stellen. Nee. Maar hou je het zelf? Dat vraagt ze natuurlijk wel af, want je houdt van kunst. Ja. In principe, ik ben ook kunsthandelaar en als ik iets koop, dan koop ik het vaak met het idee van ik wil er zelf eerst een half jaar of een jaar van genieten. Ja. En als ik erop uit ben gekeken, dan verkoop ik het weer. Dus dat kan met dit werk ook. Ik vind het een prachtig werk. Het is de stroming wat ik zelf ook zou verzamelen. Dus ik hang het gewoon aan de muur. Ik kijk ernaar en als het wordt verkocht, wordt het verkocht. Leuk om het anders mee blij te maken en anders niet. Ja. Nou. En de voor de hand liggende vraag is, wat ging er in je om? Ja, dat heb je al verteld. Toen je de bevestiging kreeg, wat ging er in je om? Nee, dat vraagt zij. Oh. Dat Eva Jinek. Oh, dat vraagt Eva vanavond ook. Wat ging er in je om? Ja, dat was de vraag inderdaad. Ja, dus, en begin dus eigenlijk heel erg kalm van, oké, de expert is er nog, haar bedanken. En dan, als je dus teruggaat naar die kamer, van wow, wat is er gebeurd? En hoe, het is haast niet te bevatten. En langzaam, dan sijpelt het... door. Nou, dat je ook bang bent dat er ingebroken wordt misschien in je kamer in het hotel al. Dat dacht ik ook aan inderdaad, want ja, iedereen van het hotel die kon meegenieten van het moment. Dan ga je niet het zomaar in je kamer laten liggen. Dus ik ging ook met een koffertje in Parijs en lekker uit eten. En in de metro, dus ook een beetje spannend. Een koffertje in de metro. Maar het ging allemaal goed dus. Of een kluisje. Wat leuk is dat dan? Dat je met zo'n koffertje in de metro zit. Ja. En dat je denkt, ja, dit is zeg maar miljoenen waard. bij wijze van spreken. Ja. Is dat er geen kluis in het hotel? Had ik gevraagd. Dus vandaar. Of een station. Oh, ja. Naar het stationskluis gegaan. Ja, maar dat is ook niet veilig, denk ik. Een stationskluis. Ja, die was aan een hele andere kant. Dat was... Nee, maar nu is hij veilig in elk geval. Ja. En jij gaat nu eerst nog eten. En dan naar Jinek toe. Nou, dan gaan we met z'n allen naar Jinek kijken. En kijken hoe je het gaat doen. Ja, hier, spannend. Oh. Hier heb je het goed gedaan in elk geval. Dus dan heb je een soort training al gehad. Ja, nou, dank jullie wel. Ja, dag Bob. Dag. Ja, fijne avond nog. Dag. Nou, aardige jongen. En ook wel leuk dat het dat er ook via Marktplaats kan ook ineens. Zo kan je net opeens iets. Maar dat is altijd natuurlijk, dat is de droom van iedere kunsthandelaar, zeg maar, op een veiling of bij een oud vrouwtje op zolder of wat dan ook, opeens zo'n schilderij te ontdekken. Maar zij wisten wel in Bloemendaal waarschijnlijk dat het wel eventueel veel waard had kunnen zijn. Ik ben wel benieuwd of die ouders, die mensen in Bloemendaal, die kijken nu misschien ook of vanavond naar Jinek. Ja, en dat die opeens zeggen, dat is onze schilderij en ik ga hem bellen. Je hebt het al in de Volkskrant gelezen dan. Ja, nou, ze moeten toch wel de Volkskrant lezen. Nee, maar dat wordt dan wel tegen ze gezegd. Ja, via zijn ze al inmiddels achter. Nee, maar dat lijkt me wel mensen die het hem gunnen. Eigenlijk. Ja? Ja, dat denk ik wel. Misschien moeten die mensen bellen, misschien kunnen ze bij ons reageren. Want ze zeiden ook van, ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft. Dus we weten niet of het veel waard is. Maar, Als die mensen kijken, laat ze mailen naar info@bettyasfalt.nl. En dus Henk Terbeek was zo'n 100ste petje af abonnee. Ja. En die, ik ga ervan uit dat hij kijkt, dat hij even een mailtje stuurt naar info@bettyasfalt. Ja, benaderen hoor. Ja dat kan ook. Goed. Nou, we hebben heel veel kunst, hè? Want we gaan nu naar Sjane van Münster. Ja, en daarna naar Margot Pesy. En daarna ook nog naar... En Sjane van Münster kan ik wel even inleiden. Dat is wel interessant. Toen ik 21 was, toen maakte ik televisieprogramma's bij de VPRO met Jan en Nico Haarsbroek. Dat was heel leuk. Alle vrijheid. Want dat was in die tijd wel dat de VPRO...
onafhankelijk was van de andere omroepen. Rolf Kiers was hoofdredacteur van de VPRO. En heel vroeger waren het dominees die de leiding van de VPRO hadden. En die hadden echt een eigen geluid. En nu heb je wel... is het allemaal gecentraliseerd eigenlijk. Frans Klein is dan nu netmanager, maar voor hetzelfde is weer een andere netmanager. En die bepaalt eigenlijk wel ongeveer wat er over alle netten, wat er in alle netten wordt uitgezonden. En toen waren de omroepen, die waren totaal zelfstandig. Ja. Daardoor had je ook, dat moeten we meenemen, het boekje Hoepla, wat van Betty van Garrel, die overleden is, maar die nalatenschap, maar het is een heel ander verhaal. Maar dan zag je Hoepla, het boekje Hoepla. En dat was wereldwijd nieuws. Voor het eerst dat een vrouw achter een dagblad, Trouw toevallig, de krant naar beneden deed. En naakt bleek te zijn, Phil Bloem. Ja, het was qua borsten. Qua borsten, ja. Ja, het zo, ja, ik weet niet of het twee was. De benen over elkaar, dat zag je niet. Oh, maar die benen die dan zo gaan en dat je dan koekoek en dan... Nee, dat is weer Paul Verhoeven. Het beaver shot van Paul Verhoeven. Oh, ja, dat is weer wat anders. Nou, interessant programma hebben wij nu. Kijk, maar kinderen. Toen hadden we dus een programma met Jan-Nico Haarsbroek. En dat stopte, of met Dick Slootweg ook geloof ik. Dat stopte voor kerst, ze belden vlak voor kerst op van... nou, je hoeft niet meer terug te komen, we stoppen met het programma. En gewoon heel bot. Echt hele botte mensen waren dat toen ook hoor. Ook hele aardige mensen, maar er waren ook hele botte mensen natuurlijk. En toen, na de kerst, toen was ik een beetje ten einde raad. Want je bent bevlogen en je wil wat. En toen heb ik Sarah van Münster gebeld of ik bij de Vara Radio naar Kralingen mocht gaan. Dat was toen het popfestival Kralingen, om daar een reportage voor de radio te maken. 1969. Want ik kwam, nou heb je het al... En die kwam van de radio vandaan ook. En Sjaar van Münster was meteen heel open en heel hartelijk en een echt mens. En niet... Ja, nou, de linkse beweging was in die tijd soms heel hard. Kijken wat er nu langs komt. Oh, mooi gezicht. Ja, hij ziet wat flitsjes. Bij Sjaar van Münster, en daar heb ik eigenlijk contact mee gehouden. Die had het programma Op de Koffie, Radio Weepert voor de Vrouw. Waar ook Simon Carmichelt voor het eerst kwam eigenlijk. En Wim Bosboom met Koning Klant. Toen nog niet rechts geworden was. Ja, het was toen was een hele leuke tijd bij de VARA. Maar nu heeft ze een prachtig, ik zal het ook even laten zien. Een prachtige scheurkalender gemaakt. Met allemaal prachtige... Ja... gescheurde dingen uit kranten, ja, denk ik. Ja, collages. Zo. Maar daar ga ik het met haar over hebben. Ja, veel kunst, wat leuk, hè? Dat heb je ook haast nergens, zoveel kunst in zo'n korte tijd. Maar ook Simon. Ook eerst... Ja, ik hoor mezelf nu nog, Sjane. Wat... Jij hebt een, we hebben een vertraging van een minuut, dus je moet hem even uitdoen dan, hè? Ja, hij is uit. Ja, maar je hebt nog wel je hebt nog wel bij een inleiding gehoord over jou. Ja, heel aardig. Ja, heel aardig. Ja, maar het klopt ook nog. Dat is ook nog zo mooi. En we hebben het al afgelopen vrijdag over gehad, maar dat hebben de mensen misschien niet gezien, hoe je tot die scheurkalender bent gekomen. Eigenlijk. Oh ja, heb je dat verteld? Ja, dit heb jij zelf, of heb ik het zelf verteld? Oh, dat heb ik verteld. Niet in de uitzending, dat was niet in de uitzending. Oh ja. Maar je gaf. Oh, zie je, dat was helemaal niet in de uitzending. Maar je was wel hier. Maar dat ik werd, was even live bij je, ja. Ja, dit werd niet uitgezonden toen. Maar nee. Hoe ben je ertoe gekomen? Dan kan je het alsnog vertellen. Ik ben er zelf eigenlijk niet toe gekomen. Ik maakte, toen ik mijn heup had gebroken en later nog een andere heup ook, kleine scheurseltjes van de dingen die ik aantrof in mijn omgeving. En dat vond ik zo leuk werk, daar ben ik nooit meer mee gestopt. Dus ik had heel veel tekeningen. En mijn zwager, die ik wel zoiets toestuurde, zei, je moet eigenlijk iedere dag, zou ik wel een tekening van je willen hebben. Waarom maak je geen scheurkalender? En toen zei ik, ja, scheurkalender, ja, maar het is een enorm karwei, dat weet ik. Nou ja, maar eigenlijk vond ik het idee wel leuk, dat je gewoon elke dag kijkt met aandacht naar één tekening, of scheur, in mijn geval dan een scheursel. Ja. Mijn dochter is heel, die ken je wel, die is heel actief. Ja. En die heeft dat helemaal
opgezet. En nou is er dus een schurk aan, maar dat heb ik helemaal nooit van mijn leven bedoeld. Maar ik vind het wel leuk dat het er is. En dat mensen het ook leuk vinden. Dat vind ik ook leuk. Je hebt nou je vinger, die zit een beetje voor de camera. Ja, nou is hij weg. Zo is hij goed. Want wie is je dochter, voor de mensen die het niet weten? Mijn dochter is Karin van Münster. Karin van Münster. En die heeft zelf ook boeken geschreven, ook, hè? Ja. Heel mooi heeft ze vroeger geschreven, Beeld in de Berm. Met Trouw was dat nog. Dus altijd als ik ergens in het land rijd, dan denk ik... Ah, dat is een beeld dat Karin heeft beschreven in de krant in dat tijd. Oh, en ze was ook reiziger. Dan ging ze allerlei heerlijke hotels af. Dat is ook een leuk boek. En ze werkt op het ogenblik ook weer voor de radio. Want ze is eigenlijk onderwijzeres. Ze is eigenlijk verwerkt op de Theo Thijssenschool. Maar ze, af en toe doet ze mee aan Mandjaren. Ken je? Nou, met Peter. Nee. En dat beschreeft de heerlijkste kookboeken. En in het Parool had ze toch ook een rubriek? Of heeft ze nog een rubriek? Nee, dan ben je in de war met mijn kleindochter. Want Jet, die had een rubriek. Oh ja, de zwaar, ja. Smulpapen. Ja. Dat heb ik 2 jaar gedaan. Maar nu heeft ze een jongetje gekregen die Frankie heet. Dus ik ben ook overgrootmoeder geworden. Dat kwam ik je toen zo enthousiast vertellen. Ja, wat leuk. Ja, ja, dat is heel leuk. En ik laat een paar tekeningen zien. Heb jij je scheurkalender ook bij je? Ja, ja, ja. Dan laat ik bijvoorbeeld dinsdag 16 maart zien. 16 maart. Wat veel, hè? Is 265 tekeningen. Dat kan je niet voorstellen. Ja, maar hoeveel... ze zijn... 300. Ze zijn... Wacht even, ben nou bijna. Ze zijn heel rustgevend, vind ik. Vind je dat? Ja. Ja. Nou, ik vind het wel heel leuk dat je er zoveel aandacht aan besteedt. Want ik ben er zelf natuurlijk ook heel blij mee. Kijk, dat is een aardig. Dat is schattig, ja. Ja, het is een apie, hè? Het is zo'n klein karretje op 3 wielen waar ze in Italië allemaal mee rijden. En dit was de cover van een boek dat mijn dochter heeft geschreven met haar broer, met Frans van Münster. Oh. En dat is Fratella, Fratello e Sorella. Zo heet dat boek. Oh ja. Een heel leuk kookboek is dat en verhalen over Zuid-Italië. Maar jij tekent dit zelf dan? Ja, ik scheur dat allemaal. Ja. Dit is een gescheurd autootje. En later ga ik er met een pennetje of met een stukje krijt overheen om iets aan te vullen eventueel. Maar in principe zijn alle afbeeldingen gemaakt zoals stukjes papier. Oh ja. En nou heb ik toevallig, ik doe het willekeurig hoor, vrijdag 21 mei. 21 mei, 8 mei, 10 mei. Spannend, wat zou dat zijn? Even dit. Ja. Nou, dat duurt wel een beetje lang, Paul, denk ik. Hè? Nee, maar wij hebben de tijd. Ja, maar, je hebt de tijd? Ja. Gelukkig, want ik dacht, ik kom helemaal niet meer aan bod, joh. Nee, maar wij lopen gewoon. We hebben geen... Oh ja, 21 mei. We hebben helemaal geen eindtijd. Vind ik eigenlijk eerlijk gezegd. Ik was bij mijn zusje en haar man, die altijd de prachtigste boeketten hebben. En nu hadden ze er een gekregen, die was een beetje modern, zal ik maar zeggen. Nou, dat heb ik dus gescheurd met die soort afschuw over zo'n soort moderne boeket. Ja, 21 mei, precies. Ja, al mooi. 7-4-18 staat erbij. Ja, dat is een beetje verwarrend hiervan. Ik dateer eigenlijk heel vaak die tekeningetjes of die scheurseltjes. Maar die zijn niet volgens die datering in de kalender gekomen. De kalender heeft eigen weg gekozen. Maar ik kan dus wel zelf altijd zien, oh ja, dat is toen. Toen had ik nog niet zo lang geleden mijn heup gebroken. Oh ja. Even kijken nog. Nou, deze is ook heel mooi. Vrijdag 10 september. En zou de corona dan alweer voorbij zijn? Wanneer? Vrijdag 10 september 2021. Oh, 10 september. Laten we het hopen, jongens. Laten we het hopen. Heel erg hopen. Er is ook een corona-stuk. Heb je gezien? Dat is in september. 5. 10. Ja. Dat is een bosje tulpen. Ja. Ja, ook leuk. Mooi, ja, maar mooi getekend, heel subtiel. En dan gaan we nog even... Ik ga nog even naar het einde dan, naar
kijken naar 31, 6 december. Veel bloemen wel ook hoor, maar dat vind ik ook heel wel... Heel veel bloemen. Dat, ja. Is wel, ja. Dat is ook wel fijn. 14 december, 15 december, 19 december, 24 december, kerstcadeau van Bronnen. 26 december, 27 december... Spanning stijgt. 28 december. Jeetje, 29 december. Komen we wel aan de 31. 30 december. Oh, het is 30 december. Dat is de... We hebben geen 31. 31 december. Ja, dat is een groep. Dat is mijn dansgroep. Daarmee ben ik in het Vondelpark. Ik heb geen 31 december. Nou, jongen, heb je niet zo goed omgesproken? Ik heb 30 december, is de laatste. Nou, wat sneu. Zal ik je even 30, 31 laten zien? Als ik dat omkeer, zie je dat dan als ik zo doe? Ja. Zie je dat? Ja, dat zie je, ja. Mooi, hè? Een dansgroep. Dat is een groep, de dansgroep. Die dansen toch in het Vondelpark, vooral buiten, zoveel mogelijk. Oh, ja. Maar nou, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan, dat je de laatste niet hebt? Ja, want je ziet ook niet dat er iets uitgescheurd is. En, nou. En hij is nieuw. Ja, wel. Nu heb ik hem wel ineens. Ja, dit papiertje... Oh, nu heb ik hem wel. Kijk. Ik kleef een beetje aan elkaar al. Kijk, hè? Nu heb ik hem hier. Ja, zie je? Nou, wat leuk. Wat een geluk bij een ongeluk. Dat is wel fijn als je eerst iets mist en je vindt, ja, het dan weer, hè? Ja, ja, dat is altijd heel gelukkig. Ik, ja, heb het met lenzen vaak. Dan ben je de lens kwijt en ineens dan vind je hem weer. Maar dat heb ik nu met 31 december ook. Ja, en waar kunnen we het aanvaarden, Sjane? Er is een website, die is die heet scheursels.nl. En dat woord heb ik ook gescheurd, om in de stijl te blijven. Scheursels.nl. En die is van jou? En dat is een website en daar kan je op reageren. En dan krijg je hem toegestuurd. Oh, met soms wel een klein tekeningetje van mijzelf erbij. Voor de leuk. Wat leuk. Nou, ja, mensen kunnen daar naartoe gaan. Nog een fijne tijd, Sjane. En, nou, en ook in de coronatijd, hè, dat we er toch met z'n allen doorheen komen. Dat is, dat is toch de opzet. Ja, zeker. Bij kwetsbaren. Ja. Hou je goed. Ja, dag. Dag, Sjane. Dag hoor. Ja, dag. Zo, deze gaat zo. Oh, die gaat nog niet. Lukt het niet? Rode bolletje. Nou, zo'n aardige vrouw. En zo hartelijk altijd. En ik vind het ook heel mooi. Ja. Jij mag hem ook wel eens zien. Jij bent afdeling kunst. Ja, Dami is ook afdeling kunst. Ze zijn allemaal afdeling kunst. Ja, dat is waar. Het schuilt in ons allen een kunstliefhebber. We moeten dus nu naar Henriette Piron bellen, want tussen 6:30 en 6:30. Zij woont in Moskou, in Idaho, in de westkust van Amerika. We hebben eerder gebeld, ja, een paar maanden geleden. En nu we weer in de middag uitzenden, kunnen we haar weer bellen. Ja. We zijn benieuwd hoe het met haar gaat, hoe daar ook de sfeer is. Hoe het met Trump staat, of je kansen maakt, of je Idaho gaat binnenhalen, ja of nee. Naar Amerika. En dan gaan we ook nog wel naar Margot Pesci, ja, en ook naar België. Pace en naar Lawrence Urbain. We hebben toch een druk programma. Ja, maar we zijn onder elkaar, dus het gaat goed. Henriette Piron. Henriette Piron. Henriette staat hier. Ja. Ja, hallo. Nou, hallo. Daar zijn we weer. Ja. Leuk. Want hoe lang is het geleden dat we met jou gesproken hebben? Geen idee. Jullie misschien of zo? Mei, in de zomer. Volgens mij. Oh, mei zeg mei dan. Mei 2020. Van dit jaar is uiteraard. Het heb je foto's gestuurd van leuke foto's van een boottochtje tussen de bergen. Met een aantal gasten. Nee, dat is iemand anders. Oh, dat is iemand anders, maar niet is van jou. Een boek, een bike en breakfast. Ik weet het niet meer. Oh, nee. Maar
Hoe is het met je eigenlijk? Laat ik het zo beginnen. Ja, het gaat goed. Ja, naar alle omstandigheden. Ja, want je had toen ook problemen met je man een beetje, toch? Ja, dat is nu uit. Oh, het is ook helemaal uit. Het is ook helemaal uit. Het is niet meer verder gelukt. Nee, want hij wilde nog wel, maar jij niet meer, hè? Ja, ik weet niet of het precies helemaal... Het was meer gecompliceerd dan dat, maar... Ik wilde ook nog wel, maar hij maakte het steeds uit met mij. Hij heeft het vijf keer uitgemaakt, dus toen dacht ik, nou moet het ook uit zijn. Ja, en hij woonde niet bij jou? Nee, hij woonde in Los Angeles, waar hij nog woont. En ik ben nog steeds in Moscow, Idaho. Dus ik ben er ook al... Maar ik heb een huis daar met hem, dus ik ben niet terug geweest om al mijn spulletjes op te halen en zo vanwege de coronavirus. Los Angeles is er heel erg aan toe, dus ik ga voorlopig niet terug. En hij verkoopt niet ondertussen de spulletjes? Nee, dat doet hij zeker niet. Nou, je weet nooit hoe mensen in het nauw ineens rare sprongen maken. Ja, toch? Dat is waar. Nee, maar dat zal hij gelukkig niet doen. Nee. En jij bent psycholoog ook, hè? Want ja, niet helemaal psycholoog. Ik ben therapeut. Oh, therapeut. En we zitten nu, we bellen jou net tussen twee sessies in, hè? Ja. Ik had een cliënt tot 10:00 vanochtend. En nu heb ik om 10:30 weer een cliënt. Ja, en de 10:00 is de plaatselijke tijd. Dat is onze mijn tijd. Dus ja. Wij zitten 's ochtends en het is lekker zonnig. Nou ja, een beetje overdekt. Maar een beetje zonnig. Ja, en kun je dan makkelijk van de ene cliënt overstappen op de andere? Dat je... Dat gaat wel goed. Ja, makkelijk. Ja, het gaat heel goed, ja. En je weet je dan nog wel te herinneren waar het in het vorige gesprek over ging? Met de... Nou, ik ben iemand die heel veel notities maakt. Dus... Ja, dat doe ik gewoon. Ik ben een schrijver. Ik hou ook van... ik heb ook meestal een boek waar ik in schrijf van mijn eigen... hoe heet het? Ervaringen en dat soort dingen. Dus ik schrijf als ze tegen me praten... of in die tijd veel op... of nadat ik met ze gepraat heb... dan schrijf ik veel dingen op. En dan lees ik dat voordat ik ze weer zie. Dus dan weet ik precies waar het de vorige keer om ging. Ja. En als we daar dan... Weer op terug willen komen, dan kan dat. Maar we kunnen ook gewoon doorgaan. We hoeven er niet weer over te gaan praten. Maar ik vraag wel eens van... hoe was het nou deze week gegaan... nadat we hier en hier over hadden gepraat, zeg maar. Ja. En ja? Nou ja, en dan vertellen ze me hoe het gegaan is die week. Ja, en merk je nu dat mensen anders reageren... in deze coronatijd eigenlijk? Dat er meer spanning is misschien? Of... Ja, er is zeker meer spanning, ja. Het is zeker heel moeilijk voor mensen. Heel veel mensen hebben hun baan verloren. Vooral omdat ik veel cliënten in Los Angeles heb. Dus heel veel mensen zitten in theater en comedy en muziek. En heel veel creatieve mensen in L.A. Dus die hebben allemaal hun baan verloren. Ja. Jullie ook. Ja, wij ook. En Hans Klok ook, natuurlijk. Ja. Las Vegas. En je hebt ook artiesten dan als cliënten. Ja. En hoe los je dan hun problemen op? Nou, daar gaat het juist om. Ik kan niemands problemen oplossen. Nee. Ten eerste zijn ze vaak niet onoplosbaar. En ten tweede, of oplosbaar. En ten tweede gaat het erom... dat ze zelf inzicht krijgen van hoe ze zelf iets anders kunnen aanpakken, zeg maar. En vaak gaat het alleen maar om troost. En dat iemand anders naar ze luistert. En dat iemand anders zegt van ja, ik begrijp het, weet je wel. Ja. En daar gaat het eigenlijk vaak om. En zodra ze een beetje ruimte hebben om te praten erover, om te denken erover... Of om dingen te... exercises, hoe heet dat? Ik doe wel dingen, speciale dingen... waar ze een beetje meer in zichzelf kunnen kijken. Nou ja, dan helpt dat, want dan komt het vrij een beetje... en dan voelen ze zich niet meer zo alleen of zo. Dat heel veel mensen hetzelfde hebben. En nou ja, en dat helpt. Dat helpt heel erg. Ja,
Nou, wat wij ook hebben met onze Troost TV eigenlijk. Dat je ervaart dat over de hele wereld mensen in hetzelfde schuitje zitten. Eigenlijk. Ja. En hoe is het met jezelf? Lijd jij er zelf onder? Nou, ik moet zeggen, ja, zo nu en dan wel heel erg. En dan zit ik ook heel erg te brullen en te huilen. Want mijn vader is ook net overleden. Dus dat was heel... Gecondoleerd. Ja, bedankt. Want die woonde bij jou, of niet? Nee. Die woonde in Canada. Die woonde in vlakbij Vancouver in Canada. Oh. Ja. Ja, dus... Dat was heel, heel, heel moeilijk voor mij. Op allerlei niveaus. Dus daar heb ik het eigenlijk het moeilijkste mee. Ook omdat ik dacht dat hij een beetje in de steek was gelaten door de medische mensen. En ook vanwege de coronavirus had hij veel te lang moeten wachten op een open hartchirurgie. Oh. Hij moest in maart zou hij al geopereerd worden. En toen waren er complicaties. En toen is het afgezegd. En toen vanwege de coronavirus heeft hij eigenlijk die hele zomer niemand meer gezien. Alleen maar op de televisie of op de telefoon. Dus niemand heeft hem meer gezien voordat hij die operatie in is gegaan. En dat is in eind augustus gebeurd. 28 augustus. En zijn eigen chirurg had hem niet eens gezien. En ik voelde dat hij er niet meer aan toe was. Want hij was al 5,5 maand, zat hij al te wachten. Hij was 84. En hij kon niet meer goed eten en hij was heel moe. En ik dacht, nou, dit is een levensgevaarlijke operatie voor iemand die er nu al moeilijk aan toe is. En dat is ook zo gebleken. Hij heeft het niet gehaald. En jij kon er zelf ook niet naartoe? Ja, ik kon er gelukkig wel naartoe. En mijn zus, die kwam uit Griekenland en die kon er ook naartoe. En mijn moeder was er. En dus met z'n drietjes hebben we het allemaal opgevat. Verder mocht er niemand in het ziekenhuis. Maar ze hebben wel alle regels voor ons verlegd. En gezegd, jullie mogen er alle drie bij. Oh. Dus ik heb heel veel tijd met hem doorgebracht. Ik heb 6 nachten, hele nachten, dat ik om 7 uur of 8 uur 's avonds kwam. En dat ik pas de volgende ochtend om 7 uur weer wegging. En dat ik de hele nacht met hem zat... in het leven houden eigenlijk. Ja, maar dat moet voor hem dan toch mooi geweest zijn. Dat is voor ons allebei heel mooi geweest. Want je kon wel met hem praten ook. Ja, hij zelf praatte niet veel, maar hij begreep alles. En ik kon een beetje schudden en knikken. En hij was heel erg gedeprimeerd. Oh. En het was heel moeilijk op die manier. Hij zag het niet meer zitten. Want zijn dokters die zeiden allemaal wel van... je maakt het goed en je lijf kan het goed aan. Maar hij kreeg ook longontsteking. Daar is hij wel overheen gekomen. En zijn hart deed het wel weer goed. Die hartklep van het varken, dat werkte wel. Maar hij werd zo gedeprimeerd dat hij het zelf niet meer in zag zitten. Nee. Maar is het dan ook niet wel, ja, dat klinkt clichématig, maar wel een soort bevrijding dat hij eruit stapte? Ja hoor. Ja, dat wel. Ja, ik ben wel blij dat hij nou niet meer hoeft te vechten en te knokken. Want het was nog, als hij wel in leven was gebleven, dan was het een hele moeilijke, moeilijke tijd geworden voor iedereen. Dus ja, hij heeft het zelf opgezegd ook. Hij heeft ook zelf gezegd, want ik wil hulp met overlijden. Ja. Dus ja, en daar hebben we hem allemaal heel goed in gesteund. En gelukkig kan dat in Canada. In Amerika zou dat niet kunnen, in de Verenigde Staten. Ja. Maar daar kon dat. Dus dat was allemaal, er waren wel hele fijne dingen van hoor. En ook dat de familie... Dat ik er was en Cora mijn zus en haar man die kwam later en haar 3 kinderen. Dus met bij de begrafenis hadden we een beetje familie. Het was een begrafenis, een social distance begrafenis, waar iedereen mondkapjes om had en mensen van hun kerk zijn geweest. Ja, ja. Nou, maar goed, daar zit je dan mee, want daar denk je nog aan.
En dan met de corona en dat je ook niet weet hoe het verder afloopt. En volgende week de verkiezingen. Ja, oh nee, jee. Ja. Dat is het engste van al. Ja. Mag je stemmen? Ja, je mag wel stemmen. Ik mag niet stemmen, oh. Want ik ben Nederlands en Canadees en ik heb hier een groene kaart. Oh. Heet dat. Dus ja. Ik mag zelf niet stemmen, maar al mijn vrienden en iedereen wel. En we zijn doodsbang, want vorige keer hadden we ook gedacht van... Hey, natuurlijk zal die gekke, idiote man het niet halen, maar ja. Heeft het toch gehaald. En dus ja, je weet het niet. Nee. Want in de peilingen ligt hij wel ver achter, maar dat zegt ook niks eigenlijk. Hè? Dat was vorige keer ook zo. Ja. Maar het zou toch wel te gek zijn als hij weer zou winnen? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nee, en als hij niet wint, dan vecht hij de uitslag aan, hè? Ja, dat doet hij. Ja, dat is zeker. Dat doet hij zeker. En de uitslag zal ook moeilijk te beslissen zijn in bepaalde streken, denk ik. Omdat er ook zoveel dingen ingezonden zijn door de post. En ja. Ik heb net een artikel gelezen vanochtend in de Los Angeles Times. Wat ook zei van heel veel van die verkiezingen worden allemaal eruit geworpen. Omdat hun handtekening niet precies hetzelfde is als wat ze ingeleverd hebben als handtekening. Als er dan een lusje fout zit of dit of dat. Dan zeggen ze van die moet eruit gegooid. Ja, ja. Dus dat is moeilijk. Ik zag ondertussen door jouw raam blaadjes vallen ook van de bomen. Mogen we nog even naar buiten? Kan dat? Dat we nog ja, even... dat kan. Ja. Ah, tot dus slot. Het is hier heel mooi. Er komt zo een nieuwe cliënt voor haar. Ja. Ja. We hebben nog 8 minuten, zie je. Oh ja. En je moet je nog voorbereiden. De sneeuw lekker zo. Dit is sneeuw. Er is sneeuw gevallen. Oh, ja. Wat mooi. Ik zit op het ogenblik in het onderhuis. Ik had jullie al die twee die huizen, maar dat zijn alle blaadjes en zo. Oh, en, mooi. Ik zal je laten zien wat er gebeurd is. Omdat er sneeuw is gevallen en de blaadjes zaten nog aan de bomen... zijn er heel, heel veel takken van de bomen afgevallen. Ah, goh. En die heb ik nog niet opgeruimd, want dat is veel werk. Ja, en is de sneeuw nu eerder gevallen dan andere jaren? Ja, iets eerder wel, ja. Meestal is het wel in oktober een keer, maar dit was wel heel erg vroeg in oktober. Ja. Ik zal je nog even... En dit is de boom, dit is een van de bomen... Oh, ja, ik zie hem mooi. Het is een knots van een boom. En er zijn hele knotsen van takken van afgevallen... die ook zo groot waren als een boom, zeg maar. Oh, waar ik nog. Ja. En die waren eraf gevallen. En die heb ik nu allemaal hier naartoe gesleept. Oh. Dus, ja. Je ziet hier, ja, dat is bijna net zo hoog als mijn auto, deze stapel met takken. Ja, je hebt wel de ruimte ook, hè? Ja, en dan, dit zijn de, hoe heet het? Takken. Takken van de boom. Maar je kunt zien wat groot die zijn. Ja. Ja. Dus ja, maar het is hier verder wel mooi, hele mooie bomen. Ja, het is niet op zijn allermooist nu, want... Maar ja, het is nog schitterend hier. Mag ik het roze huis nog zien, aan de overkant? Ja. Joepie! Ja. Oh ja, het roze huis. Ja. Mooi. Maar wel het is wel een heel rustgevende omgeving, hè? Heel rustig, heel mooi, heel prachtig. Oeh, ja. Ik val bijna van de stoel af. Oh. Dit is zo nog even aan de kaart. Oh ja. Nou, dat is wel heel idyllisch. Ja, ik woon hier echt wel heel mooi. Ja. Het is vlak bij de Canadese grens, hè? Nee, niet zo vlakbij, maar... 200 kilometer of zoiets? Nee, iets verder dacht iets ik. Verder even denk. Oh ja. Ja, het is Amerika. Afstanden zijn groot. Ja. Het is ongeveer, even denken,
Ja, misschien wel 300 of 400 kilo. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies hoor. Ik zeg maar wat. Kijk uit dat je niet uitglijdt weer. Ja, ik doe het heel voorzichtig. Zo. Ja. Het anders, ja, anders, want onder deze bladeren ligt wel ijs. Ja, het is raar als je nieuwe cliënt jou op de grond ziet liggen. De volgende. Dit is mijn kleine benedenhuisje. Oh ja. Waar ik nu zit. Dit is mijn... Ja, het is een beetje een rommel, maar... En waar komt je cliënt te zitten dan? Nou nee, dat doe ik allemaal op de praktijk. Op de scherm. Oh ja. Ik doe helemaal niks in... Het gaat gewoon en ze zitten schermen. Allemaal in Californië. Ja, oh ja, nee, dat is ook wel handig. Ja, dat je het gewoon, ja, daarmee heb je ook een hele goede verbinding, omdat je het gewend bent ook. Ja, ja, nee, ik zit er, al mijn werk is nu zo. Ja, nou, ik vond het een heel fijn gesprek. En ook, aangrijpend over je vader. En ik wens je heel veel sterkte. En misschien als we later uitzenden, we gaan misschien ook wel weer in de avond een keer uitzenden, dat we dan weer contact met jou mogen zoeken. Ja, gezellig. Ja, ik vind het altijd heel gezellig. En ik kijk ook nog steeds naar jullie, dus ik vind het altijd heerlijk. Ik zit altijd met mijn kleurboek te kleuren als ik naar jullie zit te luisteren. En dat is heel gezellig. Oh, misschien moet je die tekeningen ook een keer laten zien dan. Ja, dat heb ik vorige keer toch ook gedaan. Ja. Had ik dat... Ja, ja. Maar dan is het toch leuk. Nog een keer. Nieuwe tekeningen. Ja, dat is waar. Nou, hartstikke goed. En tot de volgende keer. En sterkte ook, hè? Ja, ook jullie sterkte. Ja. En bedankt voor het telefoontje. Ja, jij bedankt. Oh. Dag. Oké, doei. Dag, bye. Dag. Bye. Bye-bye. Ja, zij verbreekt zelf heel goed meteen, omdat ze het gewend is. Ze is geroutineerd. Nou, zijn we daar weer helemaal geweest. Goh. Nou, het leeft ook overal. Ja, het is ook een open deur natuurlijk. En zijn er reacties? Ja, over... Even rust. Over dat ze bij Petje Af zitten. Maar dan zegt Roeland... Ik zou toch denken dat er betere wegen voor het beroemde Petje Asphalt Theater zijn... om financiële sponsoring te krijgen... zonder toe te geven aan de ordinaire reclame. Maar we willen juist geen reclame en daarom doen we het op deze manier... Ja. Wat we geen reclame willen bij de uitzendingen, daarom doen we het dus via sponsoring. Daar kan ik me een beetje over opwinden. Ja, maar dat zien ze, dat ervaren ze dat als reclame. Dat je moet wel bekend maken dat mensen kunnen steunen. Ja. Stel, maar het is geen reclame juist. Nee, het is helemaal geen reclame. Onafhankelijkheid. Ja, de mensen die steunen onafhankelijkheid. Precies. Als je lid van een krant, abonnee op een krant bent, dan ken je die ook niet gratis. Nee. En als je naar het theater gaat, moet je ook een kaartje kopen. Nou, zo, ik heb gezegd. Nou, we moeten naar Lawrence bellen. Dat hadden we afgesproken dat je dan zouden bellen. Ja, en naar Margot Pacey. We hebben nog. We gaan een kwartiertje door. Dan heb ik nog een pinda met het risico dat je gaat hoesten. Omdat je dan... En morgen is er geen Troost TV. We doen nu 2 à 3. Misschien volgende week. Dan gaan we waarschijnlijk op maandag, woensdag en vrijdag uitzenden. Oh, ja. Vrijdag komen we terug om 9:00 s'avonds. Vrijdag komen we aanstaande vrijdag om 9:00 s'avonds. Nou. Ik vergis me net. Dat zei 11:00, maar het is om 9:00 s'avonds. En Laurens hebben we al. Hallo. Dag. Dag Paul. Hallo. Dag Dami. Hallo. Oh, je had hem nog aan, hè, de uitzending. Ja, maar die staat nu uit. Je ziet ook donker. En alles is donker nu, alles wordt donker. En neem het wel goed. Je bent goed. Ik zit in mijn bureau vandaag, dus... Wat zeg je? Ik zit in mijn bureau, niet in mijn woonkamer. Dus Ja. En je hebt de uitzending ook kunnen volgen ook? Ja, ik heb de uitzending, het grootste deel heb ik gezien. Het begin heb ik gemist. Maar het grootste deel heb ik gezien, ja. Ja, want in een van de vorige uitzendingen... toen bleek dat je nog alleen was en dat je iemand zocht... En toen zijn er veel reacties op gekomen ook. Ja. En heb je al een contact? Ja, ik heb inderdaad de mailtjes van jullie doorgekregen. Dus er was een reactie van iemand uit Nederland. Maar die bleek al een vriend te hebben. Dus dan moet het een ménage à trois worden, zoals we dat in België noemen. Dan was er ook nog een reactie van iemand uit Antwerpen. En daar heb ik de laatste tijd wel heel veel contact mee.
Ik denk niet dat het een relatie wordt, maar we worden wel heel goede vrienden. Dus we zijn heel vaak bij elkaar over de vloer. Of dat ik bij hem ga eten en dat we samen werken en zo. Want hij moet ook van thuis uit werken. En ik ook, dus dat is heel gezellig. Dus we hebben al gezegd van, als er een lockdown komt, dan gaat de ene bij de andere wonen. Of komt de ander naar hier, om dan, want hij zit ook alleen. Dus, En het is allemaal via de uitzending, Rogelijk. Ja, dus ik heb op zijn minst een goede vriend gewonnen aan de uitzending. Ja. Ja, en je ziet wel hoe het verder gaat dan toch. Ja, inderdaad. Je moet geduld hebben. En jullie hebben het nu heel zwaar ook, ook in Vlaanderen eigenlijk. Ja. Eerst was alleen Wallonië zwart, ja. Zeg maar, of van rood naar zwart. En nu ook Vlaanderen. Ja, het is ook in Vlaanderen zijn er veel besmettingen en vanaf vannacht gaan er nieuwe maatregelen in voor België en voor Vlaanderen. Dus vanaf morgen gaan alle sportcentra dicht, alle cultuurcentra gaan dicht, bioscopen gaan dicht, de horeca die was al dicht. Onderwijs, hoger onderwijs en universiteiten, dat moet allemaal 100% via afstandsonderwijs, dus niemand mag nog fysiek naar de scholen. Dus wij hadden ook al een avondklok, die is in Wallonië en in Brussel is die strenger dan in Vlaanderen. Daar mag je tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends niet op straat. En in Vlaanderen is het tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends. Oh. Dus bij ons is het iets minder streng. Vanaf morgen wordt alles dus toch in Vlaanderen en in België nog een pak strenger. Dus wij sukkelen een beetje richting een nieuwe lockdown, denk ik. Ja, want bij jullie is het nog meer besmettingen eigenlijk dan in Nederland, hè? Terwijl het bij ons al zo erg is. Ja, we hebben er nu gemiddeld 11.000 positieve tests per dag. Ja, ja, en wij, dat is heel veel. En wij zaten op 10.000 eigenlijk. Vandaag 8.100. Ja, dus maar jij zegt 8.000, maar de computer die functioneerde toch niet? Dat zijn geen betrouwbare cijfers nu van Nederland, die 8.000. Want waar de storing? Of is die storing voorbij? Lees het nu. Ja, maar het was geen zuiver cijfer. Net zoals afgelopen zondag. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8.123 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er veel minder dan gisteren. En zeggen ze niet van storing? Want er was een storing. Ja, kom eens op terug. Ja, oké. Het is in ieder geval... Maar over België heeft het 12.000. Ja, dat is relatief. Met jou te praten. En België maar, relatief veel meer dan Nederland. Want ja. België heeft een goede 10 miljoen inwoners en Nederland 17. En het was een paar uur geleden, was het dus wel 8.000, maar er was een storing, een ICT-storing. Maar ik weet niet, misschien is dat er wel opgelost, maar daar komen we straks nog wel weer op terug. Maar bij jullie is het dus heel erg. En, maar het voordeel is voor jou dat je nu toch in ieder geval een kameraadje hebt. Dat je iemand die in jouw schuitje kan komen. Ja, wij werken met sociale contacten die je mag knuffelen. Dus eerst stond de overheid maar toe dat je nog... Dat je eigenlijk met 5 mensen dichter dan 1,5 meter contact mocht hebben. Dan werden het er 3 en nu is het er nog maar eentje. Dus nu hebben we, ze noemen dat een knuffelcontact. Dus nog 1 knuffelcontact blijft er over in Vlaanderen. Ja, maar dat klinkt ook bedreigend. Want als je niet wil knuffelen en de ander zegt van... we hebben knuffelcontact. dat kan heel bedreigend zijn. Maar jij, je zit nu goed in je vel wel, hè? Ondanks de coronacrisis. En heeft het te maken met die vriend die in je leven gekomen is? Ja, dus wij hebben wel heel goede gesprekken en zo. Dus, en in de weekends mogen we ook nog wel contact hebben met andere vrienden. Of je mag s'avonds nog naar andere vrienden over de vloer komen en zo. Dus er is wel sociaal contact nog. Maar het enige probleem is, als ze nu binnenkort in lockdown gaan, dan wordt dat ook weer afgepakt natuurlijk. Hè. Dus, en ik vrees dat het dat wel een beetje gaat worden, omdat de cijfers maar blijven stijgen in België. Dus, maar als je in lockdown gaat, dan mag je nog wel naar iemand toe? Of mag je het huis niet meer uit ook? Eigenlijk zou je dan geen
contact meer mag je eigenlijk niet meer bij andere mensen over de vloer gaan. Dat zou dan eigenlijk tenzij je bij maart, april en mei was dat de officiële regel. Dus dan moest je echt in je eigen huis blijven. Je mocht wel buiten komen om te wandelen, maar je mocht eigenlijk niet naar andere mensen toe om bij hun thuis over de vloer te komen. Oh, nee. Maar niet zo streng als in Frankrijk, toch? Dat je ook een formulier bij je moet hebben waarom je naar buiten gaat. Nee, dus dat is inderdaad, daar is het nog erger. Dus zo erg is het voorlopig in België nog niet. En hebben ze ook een idee tot hoe lang de lockdown dan door zou gaan? Nee, dus die nieuwe maatregelen die zouden normaal vrijdag ingaan. Maar omdat de situatie nu zo problematisch is, laten ze het al vanaf deze nacht ingaan. Maar hoe lang dat die gaan duren, daar is eigenlijk nog geen zicht op momenteel. Nee. Dus, nou, fijn. En wat ga je straks eten? Ik ben daar net naar de viswinkel geweest en ik heb pasta gehaald met zalm en met garnalen. Oh, dus, dat komt helemaal goed. En ik heb ook geprobeerd vandaag om minder snel te praten. Want vorige keer was ik heel goed op dreef. En toen was er iemand in de chat en die vroeg zich af of die Belg cocaïne gesnoven had. Omdat hij zo enthousiast was. Dus om misverstanden te vermijden ben ik vandaag rustiger aan het praten. Ja, dat komt heel goed over. En je straalt ook. Dus het is voor de mensen thuis heel fijn om naar te kijken. Misschien. Ja. Nou, Dami heeft nog een vraag. Aanstaande vrijdag hebben we weer een uitzending. En als dan je s'avonds om 9 uur, vanaf 9 uur, als dan je knuffelcontact aanwezig is, kunnen misschien even jullie samen bellen. Ja, dan moet vrijdagavond dan. Morgenavond ben ik bij hem. Dus ik moet nog even kijken voor vrijdagavond. Maar dus morgenavond ben ik bij hem. Maar morgen hebben jullie geen uitzending, zeker? Nee. Oké, maar dan moet ik even kijken voor vrijdagavond, dan is het vanaf 9 uur, hè? Ja. Oké, ik leg het morgen moet ik bij hem gaan eten en dan leg ik het aan hem voor. Nou, hartstikke goed en eet smakelijk voor straks en tot, misschien tot vrijdag dan. Ja, komt wel. Oké, dag Laurens. Dag. Dag. Bye-bye. Dag. Nou, nog een pindijtje. En dan zie je dan Margot. En dan zijn we klaar. Nou, een lange uitzending geworden. En om 8 uur dan komt Macron met zijn toespraak. Ja, maar zo lang blijf je niet in de lucht. Nou, het is wel fijn, vind ik, dat is ook wel troostvol, dat heel Europa er slecht aan toe is. Ja. En het gaat overigens toch niet alleen Nederland. Toch niet meer gelijk op. Ja. Zijn we onderlinge verschillen. En Denemarken schijnt het weer beter te doen dan. Maar inderdaad, maar er staat niet meer bij. Ja, maar het is 8000 staat niet bij meer dat de correctie is. Nee, wacht even. De officiële cijfer. Ja. 8123 en zet, maar zij heeft niet compleet door storing. Ja. Maar net hadden we nog niks, toch? Of wel? Nee, maar wel had je hem al gezien. Ja. Toen had je hem gezien, dat wist je niet. Gemist. Zie je? Anders denken de mensen, oh, we gaan, dat gaat goed, maar dat is gewoon een storing. Ja. Margot Pesi. Ja, dag Margot. Hallo. Ja, jij hebt je televisie nog aan, of niet? Ja, nou, nee, ik heb de iPad aan. Moet ik dat geluid uitdoen of moet ik hem helemaal uitdoen? Nee, doe het geluid maar uit, even. Oh, ja, nou, daar ben ik dan. Ja, leuk. Dat is ook lang geleden dat we je in beeld hadden, toch? Ja. Ik zie wel voor je met Wil Hebben, maar goed. Nee, want heel veel mensen die hebben ook gekeken naar je beren ook allemaal. En ook naar de berenreportage. De knuffelberen allemaal. En, en ook naar het uitzicht wat je hebt, je kamer. Mogen we je kamer even zien weer? Oh, wat doe ik dan ook weer? Nou, dan moet wat je moet ik ook weer doen? Dan moet je hem omdraaien, hè? Ja, wat... God... Even kijken. Wat moet ik draaien? Hier, ja. Oh, heb ik de vinger. Ja, nou is hij zwart. Ja, zit misschien een flapje achter de telefoon. Zo'n klepje. Oh, zit misschien een klepje achter je telefoon. Kan zo. Dat? Zo. Ja, nu heb ik jou weer. Ja. En, maar je wil mijn kamer. Ja. Oh, Jezus. Ja, sorry. Ja, ja, nou, leuk.
Gezellig. Oh, gezellig. Ja, ja. Leuk kussentje. En een laptop. En een levende poes daarachter, hè? Ja, die zit op het bed. Ja. Dat is onze Lily. Nou, mijn Lily. Willy. En die, ja, die slaapt een beetje. En dan heb ik hier... onze Siamese Daan. Ja, die zit een beetje in het donker hier. Ja, maar je kan hem wel zien. Ja, nou, die is een beetje in de stress. Waarom? Een beetje heel... Ja, hij vindt het gewoon hier niet leuk. En die blert mij elke nacht de oren van het hoofd. Dus dan ga ik van de week mee naar de dierenarts. Of hij misschien een kalmeringsmiddel kan krijgen. Maar niet meteen een spuitje. Hè? Niet meteen een spuitje. Nou, nee, want ik heb hem erg lief. Maar ja. Hij is 15. Oh. Maar hij is gewoon niet... Hij is niet blij meer met zijn leven. Oh. Helemaal niet. Hij blert heel hysterisch. En dat doet hij 's nachts ook enige keren. Dus het is voor hem niet leuk en voor mij ook niet leuk. Nee. Dus ik weet niet goed wat ik daarmee aan moet. En een kalmeringsmiddel helpt dan wel? Nou, dat heb ik gekeken op internet misschien. Ik weet het niet. En, en de knuffelberen, mogen we daar ook eentje voor zien? Nou, eens even kijken. Dat is een beetje donker nu allemaal. Nee, ik kan het wel zien ook, hoor. Ja, nou, hier zit Pat. En dan zit hier een oude jongen in de stoel. Ja. En er zit hier eentje in het poppenwagentje. Ja, helaas zit het allemaal in de kamer. Ik vind het zelf niet zo geweldig. Ik had ze liever apart gehad, maar daar heb ik geen ruimte voor. En wat hebben we nog meer? Wat wil je nog meer zien? Een bedje. Nou, het is allemaal donker vandaag. Ja, hè? Dat wel. Het is vandaag wel donker, ja. Nou, dat is ook wel leuk. Want hoeveel heb je er? Nou, ik denk een stuk of 50. En die heb je verspreid opgesteld in je hele huis? Ja, hier een hele serie. Ja, het is allemaal donker. Ja. Maar die vinden... Die had ik natuurlijk toen ik nog ergens anders woonde... allemaal in een berenhuis zitten. Hè? Want ik vind het nou niet zo geweldig om al die beren nou in de kamer te hebben. Maar ja, ik heb er geen andere ruimte. Dus vandaar dat ze nu hier allemaal zitten. Maar die beren zelf vinden het ook niet prettig dan? Nou, volgens mij wel. Ja, ja, want kijk hoe deze er fijn bij zit. Ja, lief. Die hebben toch erg naar zijn zin? Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ik vind het een beetje te vol met die jongens. Zijn het meest jongens? Beren zijn altijd jongens volgens mij. Ja, eigenlijk wel. Oh, Dami zegt dat beren altijd jongens zijn. Volgens mij zijn er geen vrouwtjesbeeren. Nou, niet altijd. Ja, die bestaan natuurlijk wel, maar... Voor mij ben je bij een beer toch altijd aan een hij en niet aan een zij. Nee, nou. Ja, maar ja, kijk, die heb ik dan zelf gemaakt. Dat is een kleintje. Dat vind ik wel echt een meisje. En dat is wel een jongetje. Oh, ik wilde juist zeggen... Maar soms maak ik ook wel eens een beer en dan is het een meisje. Ja, ik vond deze ook wel een beetje meisjesachtig. Ja, nou ja, goed. Nou, dit vind ik wel een jongen, hoor. Beetje nichterig. Dat zijn de meeste beren eigenlijk. Oh. Vandaar dat homo's zo van beren houden misschien. Met een leuk slabbetje. Mijn homo ten bier is een stevige. Ja, zijn heel lief. Je wordt gelukkig van een beer. Ja, daarom. Wat wil je nog meer zien? Ik heb hier nog een gezellig schilderij hangen met een poster erin. Oh, van Patricia de Haas. Mooi. Ik hou van een beetje strakke, schone kunst. Ik had hier eerst een poster van Heiboel hangen. Die heb ik van de week even weggemoffeld. Dus nu heb ik weer een gezellig... buitenplaatje. Ja. Alsof je in Frankrijk naar buiten kijkt. Ja, Hortensia zie ik. Hortensia. Hè? Toch Hortensia zijn dat? Ja. Nou wil ik jou wel weer zien. Oh, dan wil je mij wel weer zien. We moeten ook nog zien. Je wil altijd over het plafond zien, maar bij mij zie je het nooit. Kijk. Oh ja. Ja, mooi. Een strak glad. Plafond.
Nou, balkjes heb ik ook. Ja, leuke balkjes. En je hebt ook leuk uitzicht op de spui. De spuistraat. Ja. Dat is heel gezellig. Wat er gezellig aan is, dat er nu de bomen allemaal, alle lichtjes in aan zijn. Ja. Dus dat is wel heel... Dat doet wel een beetje vrolijk aan, want verder is het natuurlijk hier een hele treurige bedoeling, hè? Ja, dat wel. Je woont boven het restaurant Lucius ook. Ja. Oh, daar gaat de poes. Zie je, dat is wel een avontuurlijke reportage maak je zo. Ja, ja, daar ben ik wel heel goed in, hoor. Ja, ja. Absoluut. Maar bij die Lucius is dicht ook, hè? Of, maar wel takeaway. Ja. Hè? Is het, hebben ze takeaway het restaurant? Ik, op dit moment niet, nee. Ze zijn wel mee, denk ik, met plannen bezig. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk een hele trieste bedoeling. Zoals voor de hele horeca natuurlijk. Maar ja, ik als moeder maak me daar wel zorgen om natuurlijk. Ja, omdat je dochter in het restaurant is. Ja. Het is ook van haar. Maar hoe gaat het met jou? Hou jij vol wel? Nou, ik vind het nou niet zo prettig, want ik ondernam nog wel eens veel dingen. Ik ging naar Artes of ik ging een reisje maken, maar dat doe je maar niet. Nee. Dus het is veel thuis zitten, beetje opruimen, kasten schonen, kleren wegbrengen. Ja. Nou, dat is het zo'n beetje. Ja. En kan je hem weer omdraaien? Nee, maar je telefoon? Ja. Dat we jou weer zien? Oh, ja, dan gaan we weer. Ja, gaat goed. Ja, mooi. Ja. Je wordt een professional, zo. Langzamerhand. Maar, maar je houdt wel vol, natuurlijk. Dat moet ook. Ja, dat moet wel, hè. Ja. En nou ja, dan heb ik natuurlijk de vriend die ook niet in orde is. En die in Noord woont. Dus daar ga ik dan maar één keer per week naartoe. Ja, naar Jaap. En ja. En, heb je mondkapje, gebruik je dat vaak? Ja, kijk, ik heb een hele schattige, die heb ik zelf gemaakt. Oh ja, leuk. Maar sinds een paar dagen heb ik dus deze. Oh, zo'n scherm. Het schermpje. Oh ja. Mooi, maar het staat goed. Ja, dat is wel wat makkelijker, want je gaat een winkel in en je doet het mondkapje op. Je gaat eruit en je doet het weer af. En dit is wel heel makkelijk. En dit hoef je ook niet te verversen? Nee, je kan hem lekker afspoelen thuis. Ja, onder de etenkraan. Maar je bril, je hebt normaal een bril op dan? Wat nee, doe je daar? Dat is van een bril. Wat zeg je? Die kan er dan onder. Oh ja, die kan er gewoon onder. Ja, ja, ja. Nou ja, verder is het gewoon een saaie bedoeling. Ik ging nog wel eens vaak naar Artes. Dat is ook een gedoe, want dan moet je eerst online moet je alles inloggen en gedoe. Nou ja. Dat doe je niet meer. Nee, even niet, nee. Nee. Nou ja, en dan verder een beetje puzzelen thuis. Legpuzzelen, kruiswoordpuzzels, een beetje breien, een beetje haken, een beetje schoonmaken. Nou, dat is het dan. En hoe laat sta je? Ik word er wel een beetje depressief van. Ik word er ook een beetje naar van alles. Want als ik dan hier naar beneden uit het raam kijk, zo in de Spuistraat, dat is één drama. Ja. Er zit heel, nou ja, zoals overal natuurlijk. Er zit geen leven in. Heel naar. En hoe laat sta je op meestal? Nou, ik word dus heel vroeg wakker gemaakt door de CME's. Die mij wakker blaart om 7:00. En dan ga ik thee zetten en dan ga ik lekker in bed zitten met de iPad. En dan neem ik de Volkskrant door. Oh ja. En dan is het al gauw 10:00 en dan gaan we verder rommel in huis. Wat er dan te doen is. Ja, tot je weer naar bed gaat. Ja. En hoe laat ga je naar bed dan? Vrij laat. Ik kijk Jinek, ik kijk de praatprogramma's, ik kijk dan daarna, ja,
beetje ordinair. S'avonds nog even The Bold and the Beautiful. Dat is 200 jaar geleden dat ik dat gezien heb. Maar dat herhaalt zich nu weer. En daar kijk ik dan naar. En dat is dan om 11:30 afgelopen. Dan kijk ik nog wat er verder op andere netten is. En dan ga ik in bed zitten. En dan ga ik nog even puzzelen. En dan ga ik nog een filmpje kijken op Netflix. En dan wordt het wel vaak 1:30 of zo. Oh ja. Nou ja, dan kom je de dag toch wel op die manier goed door. Absoluut. Ja. 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 Nee, ik verheug me dan straks als er weer wat leuks is. Gisteravond heb ik heel genoten van de tv van Cornald Maas. Met Olga Zuiderhoek. Oh, je moet nog zien. Was wel mooi. En de geknipte gast die hier om de hoek wordt opgenomen in de steeg met de kapper. Maar hij knipt. Dus dat vind ik ook wel. Hij knipt niet meer, hè? Hij knipt niet meer, nee. Maar hij zit wel in de mooie kapsalon. Ja. 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 Nou ja, zo rommelen we het aan. Net als iedereen, denk ik. Ja, maar dat is ook wel leuk voor de mensen thuis ook. Dat ze dan ook denken van, we staan er niet alleen voor. En wij rommelen ook wat aan. En een beetje opstaan, een beetje huis schoonmaken. Met de iPad in bed, dan weer Netflix en dan weer dit en dan weer dat. En de volgende dag weer hetzelfde. Ja, ja het is ook helemaal niet. Het is heel afwisselend tegenwoordig. Ja, het is echt heel fijn. Ja. Nou, hopen dat er nog eens een keer een eind aan komt, hè? Ja, maar het vaccin komt eraan. Ja, daar kijken we naar uit. Ja. En kan je de griepprik ook? Nee. Waarom niet? Heb ik nog nooit gedaan. Oh, dat doe je nu ook niet? Nee. Nou ja. Trouwens, als je hem nu wel wilde, dan moest je toch weer wachten, want ze hadden waarschijnlijk niet genoeg. Nee, maar 70 plus mocht wel. Ja. Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Oh, nee. Dus als je het niet doet, dan kan een ander hem weer krijgen. Daarom. Eigenlijk zou je hem door moeten kunnen verkopen, gewoon. Toch. Handel, hè? Ja, handel. Ja. Nou, maar nog een sterkte ook. En, en we houden contact dan in elk geval. Ja, hartstikke leuk weer. Maar laat nou niet iedereen zien dat ik alleen maar een berenvrouwtje ben, want... Straks denken ze dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Nee. Maar goed, ik pak het een beetje met humor op. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat beseffen de mensen ook wel. En dat is juist heel leuk. We hebben allemaal leuke beren gezien. Dus ik denk eerder dat het omgekeerd is. Dat heel veel mannen en vrouwen denken van, goh, ik wil ook een beer. Ja, ja. Nou. Ja, nou ja, de berenwereld echt was stil, hè. Maar goed, dat is met alles. Ja, en jij maakt zelf ook beren. Dus het... Ja. Ja. Dus mensen kunnen je ook een opdracht geven, toch? Absoluut, ja. Ja. Nou, tot de volgende keer dan. Ja, dankjewel. Ik vond het weer heel gezellig. Ja, gezellig. En tot de volgende keer. En weer veel succes verder. Ja, dankjewel. En is vanavond de dominee dan nog? Ja, om 10:30 ongeveer. Oké, dankjewel. Via petje af. Ja, tot gauw dan. Dag, Bego. Dag. Dag. Zo. Nou, het is een lekkere lange uitzending zo. Neem jullie eigenlijk de griepprik, of niet? Ja, ik wel. Ja? Ik heb het nooit gedaan. Misschien dat ik dit jaar wel doe. Oh. Een griepprik is dat je dus een kleine... Of je krijgt die griep... Die virusjes krijg je ingespoten en dan krijg je een hele kleine griep. Toch? Een hele milde variant. Dat is het kenmerk van vaccinatie. Ja. Dan worden er weer... Ja. Worden er antistoffen aangemaakt en dan ben je en dan is het lichaam gewend aan die infectie. En bij een volgende keer wanneer je echt die griep zou krijgen, dan wordt direct opgeruimd. Ja, maar het is niet gevaarlijk. Ik heb het een paar keer gedaan. Het gaat ook toeken, klaar. Toeken. Het gaat heel snel. Schiet het erin. Ja. En we zijn aan het eind van de uitzending gekomen, denk ik. Waren er nog veel reacties? Of... Moeten we nog... Nou, mensen vragen wanneer we weer er zijn. Ja, vrijdag, dus aanstaande vrijdag om 9:00. En we doen nu wat wisselende tijden, omdat we ook weer een beetje aan het zoeken zijn. Wat is nou de ideale tijd, wat is het ideale tijdstip om uit te zenden? Ja, we willen ook een nachtprogramma doen. Ja. Dus nu, de eerstkomende keer is dus aanstaande vrijdag om 9:00 s'avonds. En vanavond komt elke avond dominee Gremdaad
bij Petje Af. Ja. En ik had toch even aanschrijven, een boekje over Harry Moedertje uit. Die is 10 jaar geleden overleden. En is allemaal, een boekje met allemaal aforismes. We zijn toch een cultureel programma. En een van zijn aforismes is: kunstwerken zijn de schaduwen die komende gebeurtenissen vooruitwerpen. Nou, eens even een nadenkertje. Ja. En alle kunst van klasse ging altijd net iets te ver. Ja. Ja, ook een nadenkertje. Nou, een leuk boekje. Ook een leuke cadeautje, volgens mij, voor Sinterklaas. Nou, dat hebben we allemaal gehad. Allemaal cadeautjes ook en pinda's en... vrijdag zijn we er weer dan. En vanavond kijk ik naar Jinek, hè, naar Bob Scholten. Kijken of het inderdaad daar hetzelfde verhaal vertelt. En of Jinek de vraag stelt, wat ging er door je heen? Ja, precies. Die jij verwachtte. En om circa 11:30 dominee Gremdaad. Tot vrijdag dan, vrijdag 9:00. Mogen we lekker eten? Ja, gaan we eten. Dag.